Ik ben Rob Campus en je luistert naar Formule 1 Paddock Praat. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Il Divino Wijnwinkel. Met vestigingen in Amersfoort, Bussum en Hilversum. Maar natuurlijk ook online. Il Divino-wijnwinkel.nl. Formule 1 Paddock Praat, Met vandaag. Presentator en Formule 1 liefhebber Rob Campus. Verslaggever Gerard Bos. Ik ben Bas Holtkamp. Welkom. Vanaf de redactie van Formule 1 magazine, al 25 jaar het Race Magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat. Nou heren, goedemorgen dat jullie er zijn. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Rob, ben je zenuwachtig? Voor het nieuwe Formule 1 seizoen. Nou, of meer zo, dat de rollen omgedraaid. omgedraaid. Normaal ben jij natuurlijk de host. En uh, ben jij de mensen het vuur aan de schoonmaak. Nee, nee. Nee, ik zat afgelopen vrijdag nog bij BNN Nieuwsradio. Wilfred Gené. nou dan, dan moet je pas op voor jou om toch niet bang te zijn. We zijn pas net begonnen. Hey, maar vertel, me, je was even in het nieuws afgelopen week. Je hebt een hachelijke avontuur oh, meegemaakt. Ja. Vertel. Ja, dan ga ik er weer over beginnen. Ik krijg weer allemaal van die haatmail. Blijf van Ecuador af. Je brengt het land in discrediet. Het is er helemaal veilig. Nou, beste mensen, het is er niet helemaal veilig. Want ik las gisteren nog in de krant dat ze er op één dag in het centrum 14 man hadden afgeslacht. En dat was precies de plek waar jij zat, toch? Ja, ons hotel zat er om de hoek. Dus wij zaten daar in een hotel en toen hoorden we door de geluiden weer in de ramen, ineens op zeven ogen, tang, tang, bang. is een beetje een soort grote kanonslagen van die dingen. Ja, maar dat bleek dus, uh, ja, ik weet niet wat het was, ik ben niet gaan kijken. Nee, maar er waren een paar uh, rivaliserende drugsbendes die elkaar aan het afmaken waren, kennelijk. Ja, ja. Maar, ja. Maar, maar, maar vertel even voor wie dat niet weet, die ja, aanleiding van die, van, die, die, van, die, van die plastische uh, toestand. Dat... Oké, okay. nou uh, voor iedereen die nu denkt: God, komt weer dat verhaal. Ja, die kan doorspullen. Die kan doorspullen. Huh? Nee, maar ik bedoel, ik, ik wil niet afgeven op Galapagos en Ecuador. We waren op vakantie, Christy en ik, mijn vriendin, waar ja. in Galapagos ligt 900 kilometer verderop. Ja. We hadden een overstap terug naar huis in Guayaquil. Wel, andere ruim twee uur s middags, maar. s' ochtends om vijf uur was daar het tv-station overvallen. En dat lag tegenover uh, het vliegveld. Het dus hele vliegveld was meters afgesloten. Dus we konden niet weg. Ai. KLM vloog niet, United uh, nah. Airlines, niks vloog meer. Alleen wij konden ook niet het vliegveld af. Ten eerste mocht het niet, want het was buiten, zeiden ze, gevaarlijk. Maar ook je, als je helemaal door de douane bent. en er is geen personeel van de luchtvaartmaatschappij om te zeggen... nou meneer, uh, we gaan niet. Dan, uh, dan zit je daar gewoon... Wist die, die, die film van Tom Hanks? ik die airport, ja. hoe heet die ook alweer? Ja, 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 klopt. Ja, ja. Plus, ja, maar, kijk, uh, wij, wij was ook niet bekend wanneer ze wel gingen vliegen. Dus we dachten, ja, we kunnen hier nog wel een week zitten. <laughs> Uiteindelijk zijn we keurig opgehaald naar een hotel. Ja. Uh, en toen bleek het allemaal wel rustig te zijn. Wat, wat er aan de hand is, is... er zijn allerlei opstanden in gevangenissen uitgebroken... want het is één grote drugsbende daar... Uh, een grote doorvoerhaven. Ja. Naar nou, Rotterdam hè. Ja. Omdat ze hier op de Zuidas zo nodig moeten slikken en snuiven. En spijten allemaal. Ja. Precies, ja. <laughs> uh, dus, uh, en, en er was de grootste maffiabaas. Die, die, zou, die zou worden overgeplaatst naar een nog strengere gevangenis. En, uh, maar die had, ja, die had zijn wang verbrand. Dus die moest even iets van plastic chirurgie. Uh -huh, uh -huh. En toen haalden ze na een week het verband eraf in de gevangenis. Toen dus zat er iemand anders onder. <laughs> ja, dat vind ik echt een verhaal. Het ja, ja, voor de, een film toch? Dit is het verhaal wat in de krant stond. Dus, uh, dat is briljant. Eh, daar zit natuurlijk alles en iedereen zit in het complot. Want ja. als jouw oh, ja, ja. grootste gevangene van het land zegt: "Joh, ik moet nog even, Hè, ik heb net mijn wang verbrand." Nou, even helemaal, ik doe even mijn hele kop maar in het verband. Ja. Dan denk je toch: zullen mm. we dat even volgende week doen als je <laughs> in de strengere gevangenis zit." Oh, 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 en, maar die, uh. die, die, die nieuwe uh, president die er zit. Die die, die wil dat natuurlijk allemaal aanpakken. Daar hebben ze natuurlijk schijt aan. Ja. Dus overvielen ze een tv-station. En dat ging de hele wereld over, over die beelden. Ja. Uh, dus ik denk dat de autoriteiten dachten dat er een staatsgreep aan de hand was. Ja. En uh, ik, hoe nu de situatie is, volgens mij is het nu weer redelijk rustig. Ja. Maar ze zeggen wel dat elk moment daar... Uh, ik, ik weet dat ze gisteren waren ze alle auto's zonder nummerbord aan het aanhouden. Ja. Dat schijnen er daar nogal veel te zijn. En alles wat rondrijdt met donkere ramen. Ja. En dan word je uit je auto getrokken. Door de leger dan, hè? Gewoon, ja, okay. jij, nee, nou, door de autoriteit. Uh... Uh, en dan kijken wat voor tattoo je hebt... Uh, en tot welke bende je behoort. Nou heb ik een hert op mijn schouder staan. Dus ik ben nog aan het opzoeken bij ja, aan welke God. bende. Nou ja, ze even voor hetzelfde geld. Oeh, en dan als je daar de gevangenis is, Oeh, dan ben je blij. Met de verkeerde tattoo. Zo maar in campus. Ja. Ja. Maar voor de rest weet je, uiteindelijk viel het allemaal wel mee. Je is met een sisser afgelopen, maar dat weet je niet op het moment dat je er zit. Nee. Daar gaat het om. Nee, achteraf is het wel een mooi verhaal voor feesten en partijen. Ja, achteraf wel. Ja. Dat zijn wat andere verhalen dan die jij meemaakt op de luchthavens als jij moet overblijven vanaf een overzeese Grand Prix Gerrit. Ja, zeker, dat mag geen naam hebben. Ik bedoel, wij vinden het al bijzonder dat je een vlucht uh, geannuleerd hebt en dat je ergens uh, strand en dan moet hopen dat, dat ze je een goede hotel overnachting. Doe jij 24 aanbieden. Grand Prix? Nee, niet allemaal. Nee, we verdelen het allemaal. Oh, okay. en, uh, en dus met... Hoeveel doe je er dan? Ik doe het, er komt zo'n uh, stak voor negen op papier. Misschien wordt het er acht. Net lekker. Net ja, lekker. zeker. Er ja, ja, ja. Ja, 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 ja. is toch niemand meer die nog een 24 jaar een Grand Prix wil? Nee, nee dat lijkt me ook. Nee, maar dat is ook niet te doen. Ook, ook door triple headers en zo. Ja. Ik bedoel, dan, dan, dan ben je een maand van huis. Dat kan. Dat, dat, dat is, dat is ik moet, moet voor de voor de theatervoorstelling, voor het grote race, zeker, wat ik met Tom Corona nou doe, moet ik al die uh, de, de, doen we een soort jaaroverzicht op de of, op muziek. Nou, jij, jij bent er geweest, maar ja. op, op uh, muziek. Ja. En uh, foto's van Peter van Egmond. Oh ja. Maar gewoon alleen op de volgorde. Dan moet je dus die volgorde want dat gaat ja. getimed. Dus je kan er ook niet over nadenken. Ja, ja, ja. Nou, man, hoe lang we bezig zijn geweest. Want weet jij welke 19 Grand Prix Max gewonnen heeft? Oh. Kan je ze zo opnoemen? Nee. 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 Kan jij de volgorde van het seizoen opnoemen van het afgelopen seizoen? Uh, nou, je komt denk ik wel aan eind. Maar dan, dan struikel je vanzelf een keer bij nummer 7, 8, 9 of van een paard 14. Ja. Voordat je bij, bij 22 of 23 of 24 bent. Hoeveel, hoeveel Grand Prix vinden wij eigenlijk stiekem leuk? Nou, ik vond vroeger 16 prima ja. eigenlijk. Toch? Ja, maar jij bent ook oud. Bedankt ja. Rob. Grijs, Volgende puntje. Grijs het is nog een podcast. Mensen, ja. hij heeft grijs haar. Ja. Ja. Maar ja. ja, het seizoen komt erover. Voor mij een dag of 45 weer aan. Ben je wel even blij met deze adempauze? Ja, het was ook wel veel vorig jaar. Hè? Ja. En dit jaar nog meer. Ja, <laughs> ja en MotoGP erbij. Ja. En Formule E kijk ja. ik ook allemaal. Ja. Wek. En dan wil je ook nog uh, IndyCar. Ja, weg, volg ik eigenlijk in die car wel. Ja, maar dat is natuurlijk omdat Ziggo Sport daar weg ja, van heeft. Ja. Dus, ja, dus, uh, daarom, maar dat krijg je dan ook nog bij natuurlijk. Dus, uh, Wek krijgen we hebben we niet. Nee, maar ik bedoel, IndyCar. als je dat ook nog ja. volgt en 24 Formule 1 en zo. Ja. dan wordt het vanzelf een druk race. Ja, maar ja, ik vind het persoonlijk wel mooi hoor. Ik kijk zoveel mogelijk. Ook weg en, uh, en dat soort dingen. Is leuk. Afgelopen weekend ging het niet heel lekker hè, met de Nederlanders in de Formule 1. E. Nee, nee, dat was niet best. Maar ja, goed, dat was niet best. Kijk, verrijzen in de muur, oké, okay? dat is niet best inderdaad. Maar Nick de Vries achteraan in de Mahindra, ja, dat. Uh, nee, maar dat moeten, was... moeten mensen geen wonderen van verwachten, hoor, nee, van maar dat Mahindra. was voorspeld. Ja, ja eens, dat was. wordt ik de, de komende drie jaar nee. of in uh, nee, ieder geval komende ja. anderhalf jaar. Ik bezef wel. Uh, uh, ik sprak iemand anders uit de Formule E. En die zei: Nou, het is wel een slimme keus van uh, Niek. Want uiteindelijk komt Mahindra er wel. Ze hebben ja. wel geld. Ja. Dus ja. dat komt wel goed. Of die Niek het gaat natuurlijk gewoon voor de Toyota, denk ik. Ja, 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 ja met weg. Ja, de, dit is mooi hey, voor erbij. Wat, wat vinden wij nou? Wat vind, vinden wij niet een schandaal dat uh, Berlijn de Formule E clasht met een ja. ja Zeven coureurs. Ja. Volgens mij is het in de contracten van de jongens zo wek gaat voor mm -hmm. ja. dus dus straks heb je de de, de mooiste E-Prix ja. ja. van het jaar in berlijn ik was er vorig jaar bij dat was echt nou ik vond het best een happening was hartstikke leuk een goede race mm -hmm. daar gaan de zeven voor beste coureurs ook nog een ja. keer natuurlijk die doen niet mee dat kan nee. toch niet hè? nee nou nee inderdaad en er zijn meer die dat vinden want bijvoorbeeld robin frijns ja, een van die zeven kijk uh, nick uh, is ook een van die zeven maar ja die, die gaat niet meedoen om een kampioenschap uh, dit seizoen in de Formule 1, e. maar Robin Frijns bij Envision die kan zomaar mee gaan doen om de titel en die zegt ook, het kan zomaar het verschil zijn hè? je zult al die punten van Berlijn missen Uit en daardoor hoofd. niet kampioen worden. Welke ja. zeven? Stoffel, uh, uh, Felix da Costa, Robin, ja. Waymi denk ik. Ja. Wie nog meer? En uh, uh, Nick. Nick. Nick natuurlijk. Ja. Um, nog twee. Uh, en die andere ik... twee. Maar niet Cassidy, niet Evans. Niet uh, Jake Dennis, dat zijn natuurlijk de voornaamste titelkandidaten. Mm. Yeah. Ik was ja. Ik kan even niet zien. Jake Huge, ja. misschien titelkandidaat bij elkaar? Ja, maar denk ik niet. Nee, maar zeker Dennis en Evans wel, uh, weer dit seizoen hoor. Ja, Robert lag elvent. overigens uh, grotendeels in zijn auto, hè? Hmm. Ik sprak hem heel even op de WhatsApp gisteren. Ja. Ik zei, was die, uh, hoeveel, hoeveel, hoeveel was jouw schuld? <laughs> hoeveel procent? <laughs> ja, ik vind Robin, Robin is een uitzonderlijk uh, ja. karakter in de autosport. Überhaupt op ja, de ja. wereld. Ja. Luister, nou hij is helemaal niet luier. Hij werkt <laughs> heel hard, maar uh, in de sportschool. <laughs> ik, ik zei wel tegen hem, uh, uh, moet je niet simulaten? Nee, dat heb ik allemaal niet nodig. Dus zeg maar, je rijdt vaak... Veranderen ze die banen nog of je rijdt op een heel nieuw circuit? Ja. Ja. Hij zei ja vier ronden. en dan ben ik het snelst ja. en dat is die ook. Er ja, ja, ja. is geen grootspraak van, dat is die ook echt. Maar hij zei die, die handling van die auto. Mitch Evans had het er ook over. Mm -hmm. Die uh, die was totaal off. Hij had natuurlijk een technisch probleem bij de start. Ja. ja. Uh, en daardoor kon hij eigenlijk niet goed met die auto overweg. Hij zei ja misschien zat ik wel op het zand eventjes. Ja, zo leek het wel. En zoveel op vuil. Uh, ja. Ja. En met de kwaliteit was het natuurlijk al niet heel. Dat je, ja, dan stad je al een beetje wat meer naar achter? Ja, die kwaliteit heb ik hem niet gevraagd of dat ook zijn schuld was. Je mag natuurlijk niet in bocht één daar doorschieten. Maar het punt is natuurlijk, als die auto anders is. dan ja. je gewend bent. ja, dan mis je zo je remmen ja. Zeker met die auto's. Hè, dat die auto's. douwen natuurlijk ontzettend door. Ja, um, met het gewicht. En, uh, ja, nou ja, en ze remmen natuurlijk alleen uh, uh, op, die, op die motor aan de voorkant. Dus als die, uh, als die motor niet goed remt, dan, uh, ja, dan doet die auto niks. Maar goed, inderdaad, met die Clash en Plus afgelopen weekend geen punten. Ja, dan gaat het al hard, uh, mis je al twee keer. Uh... Ja, ja dat, uh, dat klopt inderdaad. Ja, maar goed, als ik denk... heel eerlijk ben, denk ik dat Robin net geen titelkandidaat is. En niet omdat hij niet goed genoeg is, maar omdat ik denk dat de, de Jaguars... Uh, fabrieks Jaguars en de fabrieks Porsches er wel voor zorgen dat ze dit jaar net net even ervoor blijven. Ja, voor en visje. Ja. ja, ja. Vision, ja. ja, ja. Nou goed cool. je geeft net al aan wat er allemaal wordt uitgezonden op uh, zikosport. Uh, je zal waarschijnlijk ook wel uh, met een schuin oog kijken naar uh, wat er allemaal speelt rondom via play natuurlijk. Verkeer wat, 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 wat is er aan de <laughs> hand? Wat? <Hè? laughs> wat is dat? <laughs> Hoe uh, kijk je naar die hele situatie? Smul je ervan <laughs> of zeg je van ja? Nou, nee, smullen. <laughs> nee, ja, nou, ik vind het lastig. Wel, wel een ik... mooi lachje erbij. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, ik vind het, het is zo'n gedoe allemaal. Ja, he. ja. Maar het beïnvloedt natuurlijk uh, mijn carrière ook uh, ja. op de een of andere manier. Ja, natuurlijk. Kijk, ik ben, uh, ik ben ontzettend tevreden bij Ziggo En uh, als, ik, als je in mijn hart kijkt, dan uh, hoeft er voor mij helemaal niks te veranderen. Want uh, zoals ik met Robert nu crash in de keuken kan maken. Ik, het, er is toch, ik, ik, heb nou, ik werk 25 jaar bij de televisie. Ja. Ik heb nog nooit een zender meegemaakt die zegt: God, wat leuk, doe maar. Ja, dat is toch te gek. God, ja. wat leuk, doe maar. Ja. En dat je denkt: oh, wacht, gaat het zo makkelijk? En dat is ook, natuurlijk, dat is vertrouwen wat ik in de loop der jaren heb opgebouwd ja. daar. Maar, uh, ook wel lekker natuurlijk. Ja. Ja, en het is, uniek. Het is ja. uniek. Dus die positie hoef ik niet uh, nodig kwijt. Maar het zou natuurlijk geweldig zijn als we de Formule 1 terugkrijgen. Ja. Hoe lang is het nog hauper, denk je, hier in de Nederlandse markt? Of zal het binnenkort wel een keer naar een van de grote streamingspartijen gaan? Naar een ja, Apple? Nou, uh, Plus hoor je nu, hè? Ja, dus, uh, die hebben we wel geïnvesteerd natuurlijk ja. erin. Ja, dus, ja. Is... Wat ik wel wat ik grappig vind, is dat uh, die nieuwe CEO van Viaplay heeft nu gezegd... Ja, we hebben ons toch een beetje verkeken. Of, op zich heel eerlijk, hè. Uh, mensen houden toch een hoop van gelul eromheen dan denk ik ja dat is precies wat Ziggo Sport is. Ja. Dus uh, ik ben benieuwd wie die belt. Ja. <laughs> ja. Ja, ja. Ja. Maar het is ook bizar als je ziet wat wij posten op social als er iets gaat over Ziggo of ja. over uh, Vierplay. Klopt de, de, ja. De, 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 de rij met comments. Nou goed, dat zullen jullie natuurlijk ook uh, meemaken, ja, maar is dus die, die verdeeldheid in het land is inderdaad. Ja, niet maar je weet je daar moet je ook uh, wil je nu nu Ziggo Sport helemaal halleluja. Nou, ik weet nog hoeveel gezeik we hadden toen wij de Formule 1 hadden. Dus zodra dus wij het terugkrijgen, dan krijgen wij dat gezeik weer. Dus ja. laten we lekker daar zitten. Ja. En, en daarnaast, weet je, ik vind ook je moet uitkijken met wat je over je collega's zegt. Want eh, ik, ik sta met Tom op de planken ja. elke dag, weet je ja, ja. wel. Daarom, en zijn hebben we alle beste vrienden. Ja. En uh, Guido kan ik prima mee vinden. Alpin, ja. weet je, de, daar zitten natuurlijk heel veel mensen ook achter de schermen waar wij jaren mee gewerkt hebben. Tuurlijk. Dus weet je, je gunt hun ook niet dat gezeik. En zeker, weet je, als ik, uh, ik heb goed contact met Nelson Valkenburg. Als je hoort dat hij doodsbedreiging krijgt. Dan ja, denk ik, ja. jongens, zullen we alsjeblieft even normaal ja. doen in het land. Ja, ja, ja dat is het ook voor. Je ja, hebt bij ons in de podcast, daar ik even een boekje over. ook open ik ja. erover en denk ik, ja, dat is niet normaal, toch? Het is, uh... Nee, dat gaat nergens over inderdaad. Maar het is ook gewoon een, een imagoprobleem wat Viaplay dan heeft. Hè? Want uh, op een gegeven moment kunnen die gasten kunnen het nog zo goed doen. Ik bedoel, kijk, dat, ik vergelijk het wel eens een beetje met, 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 met gewoon het nieuws. Uh, je hebt NOS Journaal en je hebt RTL Nieuws. Weet je? En iedereen kijkt toch, de meeste mensen, laat ik het zo zeggen, kijken naar het NOS Journaal. RTL Nieuws kijken minder mensen naar. Al doen die dat twee of drie keer zo goed, dan nog kijken er meer mensen naar het NOS Journaal. Waarom? Omdat dat van oudsher zo ingebakken zit ja. enzovoort. En dat is, dat is hier ook. Ja, Via maar... Play is al begonnen met een 1-0 achterstand. Als Nelson en, en de collega's en Tom en zo in de studio, al doen ze tien keer beter dan Siggo, dan nog blijft de sympathiefactor toch een beetje bij erop. Kampen. is natuurlijk een grote. Ja, nee, zeker. Ik denk dat dat allemaal wel meespeelt. De Ziggo ja, heeft toch meer de Ik vind de de gelijk niet opgaan, want ten eerste is RTL Nieuws uh, kan echt wel concurreren qua kwaliteit met NOS. Ja, 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 dus, maar, ja zeker. Dus, maar qua, qua, qua kijkzijde. En en er, dus. Ja, de, ik weet niet eens, scheelt het scheelt dat zoveel. Ja, ja. Oh, okay. met, naar de nos journaal kijken gewoon standaard ja, okay. altijd meer mensen. Ja. Ook al zou RTL-nieuws het beter doen. Weet ah. ik, dat is gewoon, het, waar voel je je vertrouwd bij? En mensen hebben nooit vanaf het begin bij Viaplay nee. zich vertrouwd gevoeld. En nee. dat Ziggo, ook, hoe jullie dat doen met de setting en zo, dat, dat, daar hoort iedereen bij. En bij Viaplay hebben denk ik mensen zich nooit echt, echt vanaf het begin thuis gevoeld of zo. Zo'n gevoel. Ja, ik, ik ga er niks over zeggen. Nee, dat hoef dat jij ook dan niet. Dan moet maar ik daarom... commentaar leveren op de kwaliteit van hun en, 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 en de keuzes. Precies, maar daarom kan ik dat <laughs> ik, wel eens, ik, kijk, nou, ik, kijk, ik moet zeggen, ik kijk het ook bijna niet. Ja. Want ik kijk F1 TV en ik vind Jolien Palmer en zo, Dat vind geweldig. Daar kunnen wij met z'n allen Nederland ja, eens aan ja, tippen, vind ik. kijk ook altijd naar die inderdaad. Ja, maar het is gewoon een je gemarkt. Het is logisch dat je daar tien... Zeker. oud formule 1-coureurs hebt die goed uit hun woorden komen. Ja. Wij hebben amper tien. Out. Ja, een Laten we laat staan die ook nog eens goed uit hun woorden. Ja, ja, ja dus uh, denk ik ja. Weet ja. Je. Hey Rob, je schrijft ook columns voor ons magazine. in. Af en toe ook hele leuke verhalen schrijf je. Vaak verhalen over vroeger. Je bent wel ja, best wel een beetje een uh, romanticus toch op het gebied van Zeker. autosport. Oh, ik ben een hele grote romant. Nee, niet alleen op autosport. <laughs> ik ben een enorme romant. <laughs> Vind je dat vroeger alles beter was of nee, joh. anders? Ja. Pff, uh, God, wat een uh, ingewikkelde vragen. Okay. Uh, nee, het is voor helemaal niet alles beter. Ik heb een kutjeugd gehad. Qua op school, weer werd gepest op school. Dus, uh, <laughs> okay, maar bedoel, qua autosport. Maar als je zo kijkt. <s> nou ja, laat ik het eerlijk wezen. Dat, dat Ben ik niet de enige die dat zegt. De jaren zeventig. Dat, dat je een autootje kon bouwen. met een motor uit het rek. En ja. een chassis in een, in een schuur. Dat was natuurlijk, dat was natuurlijk gaaf. Ja, tuurlijk. Dat was, uh, plus, kijk, dat is natuurlijk wel het verschil. Daarom vind ik nu MotoGP ook zo. Uh, uh, gaaf om te kijken. De gevaar was natuurlijk enorm groot. Dus voor mij, maar dat heeft, het heeft met mijn jeugd te maken, met mijn leeftijd. Ik ben Formule 1 gaan kijken toen, toen het allemaal levensgevaarlijk was. Ja. Dus je, je keek naar nou, wat zijn die mannen aan het doen? Zijn ze gek geworden? Ja, ja. Ja. En ik was een puber, dus voor het eerst van die meisjes in latexpakjes. Dus ik dacht, dat komt er daar dan toch aan lopen. <laughs> en er was weer een fan bij. Nou, en de ja, latexpakjes zijn afgeschrapt. <laughs> ja. en, kijk, voor het mij en ik kijk, van gevaar is weg. God zij dank. Ik ben zelf. En ik zou het niet doen als het levensgevaarlijk was. Nee, maar toch wat je zegt, bij de motorgep weet je van, oeh, als ze eraf vliegen, ja. weet je, oeh, dat kan heel afvallen. Ja. En Nu weet je met 300 vliegers eraf. Ja. Het jaar 90 was nog drinken, kon nog steeds. maar, maar de jaren 70 was je gewoon dood. Klaar. Ja. Punt. helemaal naar ook. Ja. ja dus dat ja. mooie mooi verhaal. hoe hoe vergeet natuurlijk. Ja. Uh, ja. Maar inderdaad, voor maar een... ik wil ook best verhalen over nu voor jullie schrijven, hoor. Maar... <laughs> nee, maar je voelt afgelopen jaar een hele mooie overgeschreven geschreven ja. over Jan Lammers. Jan, Jan, Lammers. Jan, Jan Lammers, ja. ja. Fantastisch, ja. is leuk. is leuk, ja. Ja, maar kijk, ik heb mijn eerste Pitskaart van Jan Lammers gekregen. Ja. Ooit. Ah, ja. Dat was echt. Uh, hij, hij ging Formule 3. Rijden. Ik ging natuurlijk met mijn. nee, je hebt het stuk gelezen, ik ja. hoef het jou niet te vertellen. Maar ik ging natuurlijk met mijn ouders, zat ik in de duinen, naar, naar Jantje Lammers te kijken. Ja. Dat was een soort held. En omdat hij. Ik denk dat Jan vier, vijf jaar ouder is dan ik. Dus ik was denk ik twaalf en hij 16. Ja. Uh, en, en dan dacht je van... Oh, als hij dat kan, wie weet ik ook. Dus toen hij Formule 3 ging rijden, had je het gevoel van... Wauw, dat is er één van ons. Ja. Ja, en als je van iemand ook nog een keer een pitskaart krijgt... Omdat hij uh, een tekening van je krijgt. Dan, ja. dan denk je, hey, jongens, wat gebeurt hier? <laughs> Geweldig ja. En het teken kijk, dat vind ik het raar. Ik denk dat ik Jan daarna misschien wel tien jaar... Nee, ik denk wel twintig jaar uit oog ben verloren. Toen ik cabaret ben gaan doen en ja. uh, bij de televisie ben gaan werken. En... en we zijn elkaar pas weer echt tegengekomen. Toen ik tien jaar geleden voor zeker sport weer ging werd. Ze hebben elkaar wel tegen, want ik racede natuurlijk. Ja. Maar dat was sporadisch. Maar het, het grappige is dat Jan gewoon niet veranderd is. Jan is, is in de autosport een, een zeldzaam, aardige figuur. Uh, gewoon altijd uh, altijd oog voor een ander. Terwijl altijd vragen: hoe is het met je? Als ik, als ik op vrijdagavond uh, een keer uh, vrij ben, dan uh, heb je een appje van ziek uh, of zo. Weet je? <laughs> je denkt, ja. in het wereldje tv, maar ook de autosport, waar iedereen vooral oog voor zichzelf heeft, ja. is dat. Nou, de, Bijna de, de zeldzaamheid. Ja ja ja, 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 ja. super aardig. We hebben ook natuurlijk een paar keer te gast gehad in de podcast. Nou, ja. mooie verhaal natuurlijk. Ja. Heel veel tegeltjeswijsheden. tegeltjes. tegeltjes ja, 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 ja. De ja, ja, ja. ja, 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 <laughs> de hoek is. Die denkt, wacht even, ik pak even een tegeltje erbij. Ja. Ja. Maar wel authentiek denken <laughs> natuurlijk ook. Ja, nee, het gaat nooit mee. Ja helemaal eens ja, en verder natuurlijk uh, ja over dingen van vroeger uh, dit jaar is het uh, 30 jaar geleden dat Senna is overleden je hebt volgens uh, mij ja. vijf jaar geleden met 25 jaar overleden... een soort bedevaartse ja. ja. tocht gemaakt naar het ja. hotel waar hij sliep het restaurant ja. waar die at ja dat moet je iedereen die nu luistert moet dat doen ja uh, je moet even zoeken op internet of gewoon mijn boeklezer. Uh, ja. Dan uh, komt het ook goed. Uh, dromen, wielen, staat het allemaal in. Uh, er is gewoon het hotel waar hij, hij bleef. Senna was ook zo'n bijzonder figuur. Eigenlijk een hele verlegen man. Die wil ja. eigenlijk helemaal niks met die glamour te maken Precies. hebben. Dat was een tijd dat Nigel Mensel al een, vijf, een, een verdieping van een vijf-sterren-hotel afhuurde. Ja. Op kosten van Williams. Om zijn hele gevolg ja. onder te brengen. Ja, 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 en Senna ja. verbleef in een suite. Maar dat was echt twee kamertjes. Ja. Van een jaren zeventig hotel. Waar eigenlijk sindsdien ook niks veranderd is. Dat hotel is er nog. Die suite is nog onveranderd sinds zijn dood. Ja. Oh, en daar kan je gewoon de sleutel van krijgen. En dan slaap je dus in de kamer. Oh, waar ja. Oh, ja, ja. waar Ayton Senna zijn laatste nacht heeft doorgebracht. Ja. Je slaapt niet hoor, want je nee. weet. Ja. Je, ik geloof niet in geesten, maar, maar, maar je, je denkt toch, zal ik er vannacht even wel in gaan geloven. Ja. Maar ook het restaurant. Hij kwam altijd in een heel klein dorpje daar vlakbij. Ja. In hetzelfde restaurant. Donderdag, vrijdag, zaterdagavond. Altijd jaar in jaar uit. Tijdens dat hij voor Bennett, voor Atoman uh, reed, voor McLaren uh, reed, Echt, uh... toen al. En hij bestelde elke avond hetzelfde. Altijd een pasta met een beetje tomatensaus, verse, voor verse tomaten, ja. en Parmezaanse kaas en een salade. Dus Tien jaar lang van 84 tot 94 ja. is hij. Die... Ja. Nou, of tien jaar lang weet ik niet, maar, maar in wel... ieder geval al die jaar. Ja. En bijzonder is, ik spreek. Redelijk Italiaans. En die Italianen spreken natuurlijk geen woord Engels. Dus de hele internationale pers heeft die restauranthouder eigenlijk nooit geïnterviewd. Dus toen ik er kwam, ik kreeg, van die, van die kreeg ik van die hotel-eigenaar die naam van die, uh, van die restauranthouder. Ja. En die wilde precies vertellen welk tafeltje Senna zat. Oh ja. Hoe beleefd hij was, dat hij de laatste avond. Dus het was zaterdagavond hè, na ja. het overlijden van Ratzenberg. Ja. Ja. Senna was naar het mortuarium gegaan. Kwam pas om negen uur binnen. Samen met uh, zijn fysiotherapeut. Hoe heet hij? Le le ja. Leber, Leber of zo. Uh, zoiets eigenlijk. En ze wa die was jarig. Ze wilde zijn verjaardag vieren. Maar Senna was alleen maar aan het overleggen... of hij überhaupt nog door zou gaan met racen. Ja. Dus er was een hele uh, uh, downstemming. Ja. En die man vertelde dat hij... Dat hij zich ook zorgen maakte. En de volgende dag zaten zij met z'n allen, zoals de Italianen dat toen deden voor het tv'tje, weet ja. je wel. En toen zagen ze natuurlijk crashen. En ze hoorden de helikopter van het ziekenhuis van Bologna Al overvliegen over uh, naar het circuit. Ja. En ze zagen hem opstijgen en kwam weer terug. Toen zijn ze met z'n allen naar buiten gelopen hebben ze gezwaaid. Naar oh. ze. Ah, je ja, 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 ik krijg weer ja. kippenvel. Ik ja. Dat is wel... Ja, Zo'n zo reis moet je gewoon één keer maken ja. in je leven. Misschien ja. wilde, ja, samen met Max, een van de allergrootste coureurs ja. aller tijden... Ja. Ja, ja mooi. Nee, dat vind ik dan mooi. Ja, dat zijn verhalen om uh, in het theater te vertellen ja. of op te schrijven. Precies, nou, dan komen we zo nog even op je ja. theatershow. Uh, ja, dat komt wel, joh. Ja. Maar, stel je mag je dreamteam samenstellen. Van begin <laughs> Formule 1 tot nu. Ja. Welke auto, welke <coughs> coureurs en welke teambaas zou je doen? Bijvoorbeeld de JPS Lotus 72, Fangio en Max en Briatore als teambaas. Ik noem maar wat. Kijk, als je nu zegt, ja, doe die maar, dan zijn we <laughs> <Ja>. klaar. <laughs> ik dacht, nee, er wat er dat was... <laughs> Max, Max is de eerste coureur. Ja? en wie zou als wie zou ik daarna, ja het lastig is al wil je iemand als senna daarnaast zetten. Ik denk zou Fangio nemen denk ik. Ja. Denk dat dat uh, samen met Max de grote coureurs aller tijden zijn. Voor mijn gevoel. Dan wat is de allerbeste auto aller tijden? Oh nou heel even net zei je Senna en Max waren de grote, maar toch kies je Fangio? Ja, ik denk dat Senna te emotioneel was. Ja, ja, zit wat in. Hè? Ja, zit en Fangio is natuurlijk een aantal keer van, van, rückzichloos van team gewijd. Nou, hij heeft Senna natuurlijk ook gedaan. Ja. Hè? De honderd motoren van Lotus meegenomen en McLaren. Ja, ook maar, heel heel ja. Maar Ik vond dat Senna, zoals ja, die aanrijding met Prost, ja. kan je toch zeggen dat zijn ze, dat ze emotie de overhand kreeg. Ja. Misschien. Oké. Okay. Fangio, Max. Fangio, Max als rijders dan de allerbeste auto. ik ik denk de Williams waarmee Mensel wereldkampioen werd. 92, niet die van 93? Ja, die had hij meer concurrentie van uh, van McLaren toen, hè? Dus die, ja. De, ja. ja. Denk 92, ik? ja. Dus met die activivering alles. Uh, ja. 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 ja was, team uh, baas. <coughs> Hoewel wel Mensel de enige was die hem overweg kon, hè? Ja. Want Patrese kon. Patrese, ja. Uh, team baas, de allerbeste teambaas aller tijden. Holy, help Helpers? Wat doen ze? Nou, ja, Chapman? Nee, als je... nee, nee, nee. nee okay. Chapman die, die maakte auto's die, die precies 100 uh, meter na de finish aan <laughs> elkaar donderden. Als het als ja, precies, we zouden <tie> net even het randje de allerbeste team was ja, al aan Frank Williams, Dennis, maar, niet rond Dennis, Total Wolf, Christian Horner. Wie zou die twee? Uh... Lukken de Montezemolo, tjou, Ja, ja, oh, tot ja. Ja. vind ik heel moeilijk omdat ik omdat je kijk de beste ontwerper moet je natuurlijk een Newey nemen. Ja. Want die heeft ook die Williams ontworpen ja. sloten hè. Welzout, heeft, ja. als je de beste auto neemt, dan heb je altijd een Newey, <laughs> ja. want uh, ja. ja. een paar 25 jaar ja. na of ja. ja. Ferrari's na. Ja, klopt. Uh, maar, dus ik denk dat Newey veel belangrijker is dan de teambaas. Ja, misschien wel. Ja. Ik weet niet of Christian Horn nou zo'n nee. Zo'n ik, ik denk dat ik Total Wolf een betere team was denk vond, ik qua ook. Ja. Worden, qua organisatie. Maar ja, ik weet, weet je, je kan niet achter die schermen kijken. Nee, nee. Je, je hebt weet geen niet, idee hoe zo'n organisatie met nee. elkaar zit. Nee. Wie vinden jullie? Wie zouden jullie? Nou, ik zou wel Frank Williams, dat vind ik toch altijd een fenomeen. Als ik aan teambaas ja. denk, denk ik automatisch aan Frank Williams als de ja. beste. Nee, de maar per die se de beste, jaar, of zo. jaren zeventig gewoon... met die Isomalbro en, en die en die en die gehuurde auto's was natuurlijk een prutser. Ja, nee, zeker, ja, ja, Maar daarom zeg ik ook niet per se de beste, maar gewoon bij een teambaas over de, van de Formule 1 historie daar, Dan denk ik automatisch aan Frank Williams. En die was ja. ook keihard, he, met het wisselen. Ja. Ook, he. Ja. Kampioen, mazzel, volgende. Ja. Ja. <laughs> ik denk dat Kuntersteinen Steiner gewoon. Ja. Mooi. Ja, mooi. Ja. ja, ja. <laughs> ja. Wat, wat ja, nu toch over Gunther Wat vind je van zijn vertrek? Was ja. het, was het uh, nou, een logisch gevoel? Op... Uh, als je de Engelse pers gelooft, dan uh, heeft Gene Haas de grootste blunder van zijn leven gemaakt. En ik denk ook dat dat team nu wegzakt in de, in de anonimiteit. Maar ik, ik, ik vond wel afgelopen jaar. Want Gunther zat natuurlijk heel vaak bij ons in de show. Ja. En, mm -hmm. dan, uh, en dan vroegen we. Uh, iedere keer weer waarom de updates niet werkten, en, en of ze wisten waarom die, die auto zijn banden zo opvrat. Ja, en dan zeiden ja, we weten het niet. We weten het niet. Terwijl alle andere teams, maar ook echt alle andere teams die ook hetzelfde probleem hadden, hebben dat allemaal opgelost. En dan denk ik, ja, dan is er toch structureel iets aan je organisatie niet helemaal uh, niet ja. goed. Ja. En wat zelfs Aston Martin, die ook hè, op een gegeven moment helemaal wegzakte, ja. hebben uiteindelijk het lek redelijk boven kunnen krijgen, dus ofwel. En dat zal ongetwijfeld zijn dat goede personeel bij Hazel langs weggelopen. Ja. maar ja, dan, dan had ik daar ja. Dan denk ik: ja, ergens moet je iets rigoureus aan die, aan die organisatie veranderen. Of die hoe heet die Komatsu? Is het geloof ja. ik een ja. kerel? Ja, of dat nou de redder gaat zijn, dat vraag ik me af. Ja. Ja, dat weet je niet. Maar ja, goed, Steiner is wel uiteindelijk gewoon uh, eindverantwoordelijk voor ook voor het personeel direct onder hem. Hè. Dus hij heeft het ook niet kunnen ombuigen. Ja, dat is net als in het voetbal. Dan moet er iemand op een gegeven moment geslacht over gaan. Want je Maar kijk, je kunt ook je vraagteken zetten, vind ik persoonlijk, bij de, bij de coureurs die, die de afgelopen jaren. Uh, in zijn team heeft gehad. En dat is niet alleen Steiner die dat natuurlijk beslist. Maar goed, heeft daar natuurlijk wel een grote stem in. Nou, je kunt niet zeggen dat dat nou de beste keuzes zijn geweest. Wie zou, wie zou jij, wie denk jij dat er op de markt waren om daar in die auto te zetten die beter zijn dan Hulkenbergen en Magnussen? Nou, dat is een goede vraag. Je kunt je afvragen of je misschien Mick Schumacher niet gewoon had moeten houden, wat meer tijd had moeten geven. Zegt hij nou? Ja, ja dan kun je afvragen. Worden we wat schadigere? Ik, ja, 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 ik, vind, ik maar zeg ook, we niet... niet om ons dingen af te vragen. Nee, nee, nee. Maar, nee, 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 maar <laughs> we, we zijn op zoek naar alternatieven voor die mensen. Ja, je had Mick dus, in plaats van Kevin Magnussen dan bijvoorbeeld? Nou ja, bijvoorbeeld ja. Uh, maar je kunt, uh, je kunt ook naar uh, talenten uit de Formule 2 uh, kijken. Waarom hebben ze niet een poging gedaan om bijvoorbeeld Drook of iets binnen te halen? Ik noem maar eens een voorbeeld, weet je? Is die zoveel slechter dan Hulkenberg of andersom? Is Hulkenberg zoveel beter dan Drugoff of iets? Weet je, moet je Hulkenberg terughalen op zo'n moment? Ja. Maar Hulkenberg, zijn, het zijn van die... Hulkenberg heeft het toch dit jaar in ieder geval de kwalificaties laten ja, zien dat hij ja. fenomenaal snel is. Ja, ja maar... maar... Bazingwekkend snel eigenlijk. Ja, toch, toch, uh, klopt. Maar toch zijn het ook niet twee coureurs die die auto beter hebben gemaakt. Nee, ze, 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 doen, ze doen wat ze kunnen. Maar ze, ze nee, maar, geven niet maar als je iets. Extra, je auto, maar als een auto zijn banden opvreten, kan je coureur toch heel weinig veranderen. Ja, nee? Nou, dat weet, ja, weet ik niet. Manager, langzaam niet. rijden en naar achter. Ja, dat is het enige wat je kan doen. Nou ja, ja je ja. kunt... Nee, maar je maar kan natuurlijk achter de schermen de zeggen ja. wat ja. je... Wat, Precies, wat, wat je ouders wat wil zou willen, Daarom, dat zullen ze dus best gedaan hebben. Ja, dat, dat neem je aan. Alleen dat, dat, dat is dus het lastige. Want daar zijn we natuurlijk ook niet bij. Maar het maar feit is dat het hele pakket van, van teambaas, coureurs, auto en noem het maar op... ...heeft niet gewerkt zoals nee. het gewerkt heeft. Nee, maar en, ik, vond het nee. Vooral, ik vond vooral dat Günther steeds met zijn handen in, in zijn haar zat en zei... ...ja, ik weet het ook niet. En dan denk ik, nee, dat, dat is het verkeerde antwoord. Je ja, ja nee, zeker. Of ja. je zegt hardop, uh, we missen investeringen, we missen goed personeel. Ja. En uh, we moeten, want ik snap als je en in Maranello en in Engeland en in Amerika een fabriek hebt... Ja, dat, dat werkt dan. Vragen om moeilijkheden. En ik begreep dat Gina's er kennelijk geen, dat roept iedereen nu niet genoeg geld in stopt. Dat hoorde ik ook in de uit de Engelse pers inderdaad. Dat is, ja, die ja, moeten wel je geld hebben. Dat dus toch... heel erg anti-Gina's hoor. Ja, ik viel me ook op ja, voor mijn luisteraars. Ah, ja, je dus is, nou de podcast. snap niet dat je denkt, waarom verkoop je die handen niet aan Andres? Ja. Want dat team, als het... Kijk, ja. er wordt ook geopperd dat die 24 auto misschien wel eens gewoon wel beter kan. Dat ze ja. het in het ontwerp nu wel hebben opgelost. Want de Lara toch maakt het chassis? Van? Van Haas? Ja. Uh, Gewoon een de Lara Ja, ja, ja. ja? ja, de Lara. ja. Dus de Lara moet het feitelijk oplossen. Ja. Aangenomen dat de Lara dat heeft opgelost met een beetje hulp van Ferrari. Dan hebben ze misschien een goede auto en, kunnen, en, en draait het allemaal om. Ja. Ja. Kijk maar naar Williams, weet je. Die zijn natuurlijk wel op de up nu. Ja. Maar wat je zegt, ja. je kan het hele boel verkopen. Maar ja, of hij wacht. Want de prijs gaat natuurlijk alleen maar oplopen, denk ik. Als je kijkt de afgelopen ja, Maar jaren. niet als je maar niet als je een seconde achter het veld aanrijdt. Wat Williams destijds met Cupita ja. en nee, uh, snap ik. Chirotin maar bedoel, als, je, uh, als een, als een grote automerk wil instappen, of ze moet heel veel betalen. Kijk naar Audi wat zij gedaan ja. hebben, is dit ook wel de meest. Maar het schijnt dat Andretti ja. al een paar keer heeft geboden en dat Gina's gezegd, ik verkoop het niet, want ik heb meer publiciteit van een slecht lopend Formule 1-team dan dan dat ik het in de tv-reclame stop. Ja. Denk je, Jezus man. Ja. Wat is, het maar, is het dan alleen maar? handel en geld? Ja, ja dan ben ik een romanticus hoor. Maar dat nee, ja. vind ik ook. Er zijn dan zo weinig plekjes en als het dan zo gaat en ook in dat met die hele doorstroom van al die coureurs, ja, ja dat blijft is ik, gewoon ja. zonde, weet je. Je wordt kampioen in de twee. en er gebeurt niks. Ze zou bijna hetzelfde moeten doen als met de voetbal. Ja, uh, zeker. De, de coureur of team die ja. slecht is tegen het ja, tegen, ja, leuk. Toch? Dat is toch heerlijk. Dan zat Echt, het gewoon een, een beetje zaterdag, druk op. Kijk die zaterdag races. Ze moeten gewoon. Uh ja gewoon weer terug naar pre-kwalificatie gewoon gewoon twintig uh, Formule 1 teams en op zaterdag een race en de top 3 die mag zondag meedoen die mag meedoen aan de ja. echte kwalificatie ja net als vroeger ja, ja. teams alles ja. ja dan heb je al die Formule 2 coureurs kunnen lekker een beetje want dat, dat roept uh, Richard verschoren zei het laatst nog uh, de, de stap van een Formule 2-auto nee het was niet Richard het was een van de jongens die nu wel in de Formule 1 zit. Uh, misschien wat droog hoek... ja Logan Sargent zei dat oh ja dat ja. dat, dat ja. het gat van Formule 2 ja. naar Formule 1 zo groot ja dat dat de reden is waarom mannen als Magnussen en uh, Hulkenberg en Bottas en zo zo lang blijven hangen, want ze hebben zo'n voorsprong qua ervaring. Ja, ja. En daarom komen die jongens. Dus doe do, 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 do die topteam gewoon een derde auto. Ja. Uh, geef uh, Prema Formule 1-team, MP Motorsport Formule 1-team, ja. Carlin of nou weet het tegenwoordig weet ja. ik wat nog zo'n ja. paar van die jongens. Ja. En dan rij je op zaterdag ga je met ja. de oude RB 19. Uh, dus uh, ga je daar rondjes rijden de RB, Wat is het RB 19 zijn we nu? Ja. ja. 20 nu maar met de 19 ja. kan je nog prima rijden. Dit jaar? Ja, ja, nou, ja we de auto Volgens, ja. wel. Ja. Ja. En dan uh, hebben ze ja. allemaal. En dan de beste mogen meedoen aan, het, aan de staart. Ja. We zijn eruit, jongens. Het lijkt me zo leuk. Lijkt lijkt me wel. Ja, nee, heel nee. mooi. Maar ik denk dat iedereen, iedere race liefhebber dat soort ideeën zo, zo ja. zou omarmen. Ja. ik zou ook ja. kijken op zaterdag. Ja, daarom. Dan denk je van de Tuurlijk. Is leuk. Tuurlijk. Ja. Kijk je ja. niet haalt. De underdog heeft <laughs> altijd je, ja. je, ja. je voor. Maar dat is inderdaad de romanticus die hier spreekt, ja. want dit is een mooi idee, maar dat zal wel niet gaan gebeuren in ja. de huidige Formule 1. Jordan, het jaar dat, uh, dat uh, Michael Schumacher zijn debuut maakte, ja, dat is prachtig verhaal. zat Jordan in de pre-kwalificatie. Ja. 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 En die kwalificeerde ja. zich dan als achtste of zo. Zevenen. 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 ja. En ja. 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 Dus dat was gewoon, dat kon, dat kan ja. nu sowieso niet meer, maar dat er een team gewoon out of nowhere ineens ja. tot ah. 10 stond. Die behoorlijk. hele regel toen ook de 107 procent. Ja. Nooit meer gehoord. Nee. <laughs> ook, hey. ja, is, uh, ook hebben Hij we is nodig. Er nog steeds. Hij is, is nog wel. Hij ja. bestaat nog wel. Ja. Alleen ja, ze worden dan ja. wel snel. Maar toen was het natuurlijk met 40 en weet ik het allemaal. Dat was forty. Ja, ja, ja. <laughs> Gaston Mazzacane bij <laughs> <met laughs> ja. man. Oh. Ja, 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 ja. Pacific <laughs> met. Ja. Uh, ja ja. Mooi mooi. Uh, ja ja. Hey, we gaan even door naar het volgende puntje. <laughs> ja, mooi. Giovanni Lavaggi. Die was langzaam. Pacific. Ja. Ja. Dat je bijna dacht, nou, zal ik ook eens gaan sparen? Ja, ja dit kan ik ook. Hè? Ja, nou, dat ja. vraag ik me dan nog af, hoor. Hey Rob, we gaan even door naar jouw uh, theatershow. Mm, Want leuk. Uh, Gerard is daar onlangs geweest. Ja. Vol me ja, ja. mooie verhalen. In Delft-Zeil. Delft. Ja. Ik vond het al, uh, ik ja. vond het al uh, uh, een prestatie dat hij er was. <laughs> ja, 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 ik ben ook net terug. Ja, <laughs> bij jou, ik ook. <laughs> hij ook. Hij ging de, van daaruit naar Ecuador. Dat ja, was dichterbij. Dat, dat was korter dan hier. Ja, ja, <laughs> ja. ja. Nee, jongens. Uh, maar alle lof voor de mensen in Delft-Zuil. Geen. Uh ja kwaad woord, ja geen kwaad woord, uh, het is een beetje verrijden. maar ach, dat uh, ik woon in Leeuwarden zeggen mensen ook dat verrijden is. valt ook mee maar Delfzijl is dan nog weer uh, maar het is wel echt uh, was een knus theater moet ik zeggen en uh, en uh, personeel heel vriendelijk en hartstikke leuk en ik mocht even achter de schermen even kijken voor een mooie reportage in ons uh, magazine wat dan uh, komende week uh, in de winkel ligt en op de mat uh, en in de brievenbus en ik moet zeggen Bas, uh, uh, ik weet, jij, jij vindt dit ook mooie dingen. Ik kan het je van harte aanraden. En alle andere liefhebbers ook. En dat zeg ik echt niet omdat Rob hier tegenover ons zit. Want ik zit ook op genoeg afstand om kritisch te durven zijn. Nee. <laughs> hij kan mij niet raken daarvan. Maar zonder dolle. Uh, het, is, het is echt een theatershow over autosport, zoals het moet zijn. <laughs> ja, hij kan wel gooien. Prima er. hoor. <laughs> ja, nee, dat is waar. Maar het is echt een theatershow. En niet gewoon het, het opdreunen van een paar anekdotes en dat was het dan. Ja. Maar Echt een theatershow. Dus met, met een mooie inleiding, met een persoonlijke touch, met muziek erbij, met beeld, met foto's dat Jaro zich waar Rob het over had, waar ze dan doorheen gaan. Dus het is ook actueel. Maar um, ja, het, het, en ik vind het heel knap, maar dat kan Rob beter zelf vertellen uh, hoe, hoe dat samenspel is tussen hem en uh, Tom Coronel. Ja? Nou, Rob, vertel ook even voor de luisteraars die niet, niet weten hoe de show heet en waar die over gaat. Introduceer groot, hem. Grote. Ja. Ja, dus ik word helemaal verlegen van dit soort uh, complimenten. Het is gelukt, uh, jongens. Het is gelukt. Hij is verlegen. Nou ja, eerder, nou, eerder weer de toekomst. Ja, nee. Als het goed is, is het goed. En als het slecht is, is het slecht. Zo simpel is het. Uh, het hele grote racecircus. Uh, ik heb een paar jaar geleden bedacht, alweer oh, vijf jaar geleden, dat het leuk zou zijn om een soort circuspiste op het toneel te maken. Uh, ik, ik kom, kijk, dat moet ik eerst zeggen. Ik kom uit het theater. Ja. Ik heb oorspronkelijk ik heb ik Ootelijns Cabaret Festival gewonnen. Kopspijkers gedaan. Ja. En ergens, uh, zeg ik altijd, middelmatige cabaretiers, die worden tv-presentator. Dus ergens ben ik rechtsaf geslagen. <laughs> uh, maar uh, bloedkruip wordt niet gaar. Ik vind het op toneel staan, het blijft het mooiste wat er is. En uh, uh, heel eerlijk, ik zag Olaf en Jack uh, dat doen. En die hebben een soort theatercollege. Ja, ik ook geweest, En toen dacht hè? ik, oh, maar dat wil ik ook. Ja. Uh, 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 en ik ben van het echte theater. Dus ik denk, oké, okay, weet je wat we gaan doen? We gaan een circuspiste maken van vangrails en, en uh, pilonnen. Ik wilde eerst van strobalen doen, maar het bleek nogal brandbaar en zwaar. Dus dat ging <laughs> niet. Ja, dat vond ik de ja. Een ouderwetse strobalen is ook de circuspiste. En het een oud circuit. Maar dat, kon, dat was niet okay. zo'n idee. En uh, mijn, mijn autosportvrienden komen dan om de beurt. Ik ben de opperstal spreekmeester ja. En mijn autosportvrienden komen om de beurt in het midden vertellen waarom ze autosport zo gaaf vinden. Waarom Max Verstappen zo goed is. Ja. En waarom zij niet zo goed zijn. En hoeveel ja. autosportvrienden hebben we het over? Nou, Ik heb het, ik heb het uh, anderhalf jaar met Robert Doornbos ja. gedaan. En ik doe het nu al twee jaar met Tom. Ja. Dus uh, Tom is mijn vaste autosportvriend in deze. Precies. Ook omdat Tom, uh, die gaat er vol voor. En met alles uh, gaat hij vol. Ja, ja maar hij is een beetje, mensen vergissen zich in Tom vaak. Tom is natuurlijk een topsporter. Ja. Dus um, uh, net zo goed als dat heel precies is... is goed theater maken ook heel precies. Dat begint al met dat je uh, een mooi lichtplan hebt. Kijk, als jij niet stil kan staan op het toneel... dan uh, ban je heen en weer en dan zet je er heel veel licht op... en ja. dan sta je altijd in het licht. Maar... Uh, elke uh, uh, groot artiest, Herman van Veen of Paul van Vliet, zou je vertellen dat in een grote zaal is een, is een gebaar. Ik, ja, ik kan het hier voordoen, maar de mensen zien dat nog nee. niet. Kijk, als je wijst, en ik wijs nu zo. Dan snap jij dat ik ongeveer daar net naast jou wijs. Ja. Maar, in een, maar als jij uh, 50 meter verderop ziet, zie een poppetje met een handje dat waait. Dus dan moet je wijzen. En dat is daar. En dan weet iedereen ook 50 meter verderop dat je daar gewezen hebt. Dus. Als Je in een grote zaal staat en dat samen, yep. dan moet elk gebaar, elk stapje moet precies zijn. Ja. Dus, Tom, die begon te repeteren toen we, toen we de show gingen monteren in een grote zaal met licht erbij en hij liep je de hele tijd uit zijn spotje. <laughs> ga eens in je spotje staan. Ja, zet er een groot licht. Nee, ja, waarom dan niet? Nou, achter jou staat dat hele mooie foto van Dakar dat yeah. je verdwaald bent in de woestijn en die zie je niet als we er groot licht op zetten. Oh 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 nou dan moest hij liggen. Moest op. gaan liggen, stilzitten. zitten. Nou, <laughs> ja, dat is dat zitten. En hetzelfde is als je een, een goede uh, dialoog hebt die, uh, die tik tak. Jij zegt iets, ik zeg iets, ja. dat 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 dat. Daar mag geen woordje verkeerd in zijn. Nou, Tom Cornel en zich aan de tekst houden. Ja. <laughs> dat is ook een opgave. Van ja. En dat heeft hij echt moeten leren. En hij snapte na één of twee voorstellingen. Snapte hij. Oh, het moet veel preciezer dan hij bij zijn, bij zijn optredens in het land. Hè, als hij ja. voor een congres staat of zo. Gewend is dus uh, en ook uh, theater is met gevoel hè het is, uh, want jij hebt het net over romantiek ik denk dat romantiek een van de van de mooiste dingen in onze voorstelling is het gaat we hebben heel veel verhalen hm. um, over vroeger maar ook over de romantiek van de autosport. Ik vind zelf... Uh, het mooiste verhaal van de voorstelling is die van Tom... dat hij dat in de woestijn verdwaald is. Naar en echt haar? denkt dat hij het leven gaat laten. Hè? Want het ja, is natuurlijk vier graden. Ja. En, in, en dan belt hij Tim op... en die zegt, joh ga lekker onder die auto liggen. Start die motor en blijf je warm. En, uh, 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 en, en je ziet ja, als Tom ja. dat op het verhaal op het toneel vertelt... dan zie je dat hij daar weer in die woestijn zit. En dat is echt gemaakt. Tom kan echt kom, Tom kan goed acteren. Oké, okay, dat, ja, dat moet ik ook wel hebben natuurlijk. Dat, uh, ja, ja. ja, en nou ja, ja, om te verraden waar uh, wat wat waar ik zelf heel uh, 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 trots op ben we, 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 we doen we, we doen in de voorstelling um die dialoog met de zaal. Wie is the greatest of all time? The, hmm? the GOAT. de the GOAT, ja. Yeah. de yeah, GOAT. <laughs> en ja, is dat dan Schumacher? Is het Senna? Is het Fangio? Is het Max? Yeah. En aan het eind gaan we een prijs uit. We zeggen aan het eind van de voorstelling loven we een prijs uit, zogenaamd, aan degene die we denken dat het is. En uh, nou, ik verraad het gewoon. Uh, we besluiten aan het eind naar het meer van Genève te gaan omdat uh, de villa van Schumacher daaraan ligt. Ja. En dan staan wij aan de overkant van het meer van Geneve... en kijken we uit op, op de villa van Schumacher. Ja. Maar het punt is natuurlijk, in een zaal, wij kijken naar die villa. Dus die, het publiek ziet die villa niet. Die ziet achter ons bergen en koeien met ding-ding-dong. Die ding, ja. koeien bellen. Ja. En dan weer je uh, <laughs> Dat is heel grappig. Ja. Maar het punt is natuurlijk dat als ik aan, tegen Tom zeg... daar, daar woont de Greatest of All Time... En hij kijkt vijf meter naar links, dan denkt het publiek die villa. Zie, zij zien helemaal die villa niet. Dus Tom spreekt van af: je moet het bordje nooduitgang, daar is de villa. En uh, als ik zeg je moet van de bergtop, kijk, hij zegt van de bergtop, dan is het dat bordje nooduitgang daar links. Ze dus moeten we elke avond instuderen hoe die moet ja, kijken. Oh, ja, ja. Dan moeten we moeten ja. samen ja. dat kijken. Ja. En dat is, heel, uh, is een heel ontroerend stukje. wat je, Dan mijmeren we aan de oever van de meer van Geneve over hoe het met Schumacher zou gaan. Ja omdat er uh, veel meer Als je als je research op internet, zijn er veel meer verhalen over hem hoe het met hem is. Ik heb ook een paar mensen gesproken die bij hem zijn geweest. Dus ik weet iets ervan. En als je die verhalen bij elkaar optelt, dan denk je, nou, dit is geloof ik wel een, uh, wel, een wel een geloofwaardig beeld dat die man okay. uh, bij bewustzijn is. Uh, uh, niet uh, geestelijk gestoord is, maar er wordt gezegd dat hij bijvoorbeeld zijn korte termijn geheugen kwijt is. Als je, ik weet uit de wetenschap dat als je korte termijn geheugen kwijt bent, kan je eigenlijk niet functioneren. Want jij heb je net voorgesteld, maar ik heb geen idee hoe je heet. Bas. En iedere keer als je dan zegt, joh Bas, je vader is overleden, schiet jij weer in het janken. Dus, en dat, dat is om de minuut. Dus je hebt geen leven. Uh. Dus ik hoorde van iemand dat ze geluiden afspelen uit de tijd van vroeger. Uit zijn Ferrari-tijd. Ja. Want die geluiden herken je wel met je lange geheugen. En dat ah. vrolijkt hem op. En daarom laten ze ook Mick Schumacher nog in zijn oude auto's rijden. En daar kijkt hij naar op tv. Nou, dat vind ik zo ontroerend. Ja. Dus dat, dat is het einde van onze voorstelling. Zo eindigen we onze voorstelling. Nou, dat, is geen, dat is niet een theatercollege. Nee, van uh, jongens, maar... we doen ons kletspraatje. En, nee, en uh, daar zit een YouTube-filmpje af. Nee, het nee. is gewoon echt theater. Ja. En mensen, ik denk dat twee derde van ons publiek. Komt zelden in het theater en die gaat er helemaal in mee. Ja. Niemand die zegt, nou, ik vond het wel ingewikkeld. Niemand. En ook mensen die nooit. Kijk, hier hebben we allemaal autosportfans die luisteren. Maar ja. heel vaak mensen aan mij vragen: ja, kan ik mijn vrouw meenemen? Of mijn man, hè? dat is tegenwoordig ook steeds vaker, godzijdank. Uh, want die houdt niet van autosport meenemen. Want je, het is ja. theater. Ja. ja, 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 dat klopt toch? Mooi. Mooie en mooie persoon. Ja, je moet komen kijken. Ja, mooi. een mooie ik zeker verhaal doen. ook. Maar het is wel grappig. Want Rob uh, vertelt dan hè, dat het, het mooiste aan de. Aan de uh, voorstelling vindt hij dan het verhaal van Tom. Uh, dat vertelde Rob ook aan mij toen in delft waarop Tom zei: Hé, hey, maar ik vind het mooiste <laughs> verhaal van de voorstelling, vind ik dat van Rob in Le Mans. Ja. En dat snap ik dat hij daar zelf niet uh, over uh, gaat, gaat uh, oreren, maar ik kan, ik kan je aanraden, dat is ook een prachtig mooi verhaal. <lacht> <hoor>. <lacht> Want Rob in Le Mans, dan, Dat is echt, uh, dat is ook wel next level dat je denkt: van jongen, gaat dat zo? Dat is oh, wel mooi. Zo ja, ja, gaat ja, met met de, de, ook, dat. Ja, maar daar Oli Brinkman. Ja, ik wil uh, op Le Mans rijden. Ja. Echt, uh, Frits prachtig. van Eert had dat uh, voor mekaar gekregen voor mij en het was... droom toch? Absoluut. Ja, ja, maar beyond. <laughs> ja, ja nee, nee, dat Ik had toch. die poster van Steve McQueen aan mijn muur ja, hangen, ja ja, 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 film ja, ja. blauw-oranje Gulf Porsche. Ja, en ik dacht, prachtig. hey, dus een acteur, wat hij kan kank ook. Ja. Heb ik echt, heb ik echt gedacht, hè? Ja. Uh, Alleen als je 60 bent, man, is die droom al lang. Die, die, is verdampt. Ja. En als iemand een maar ja. ineens voor je voeten gooit, het is. Nou, ik vertel het ook in de voorstelling. Ja. Het is als uh, je oude voetbalschoenen niet weg durft te gooien. Ja. Je knieën zijn al lang verrot, je enkels zijn verrot, maar toch je hoopt begod dat ze nooit meer vragen: "Rob, kan je invallen?" Ja. Maar als iemand zegt: "Zak ze weg gooi, nee, 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 want dan gooi je een deur achter je ja. deur. Voor mij was het Le Mans zo. Ik reesde in prototypes. Ja. Uh, Benelux niveau, uh, supercar ja, ja. challenge. Ja. Dus ik kan die auto's besturen. Uh, ik, uh, Frits en ik zijn denk ik van ongeveer hetzelfde niveau. Dus ja. ik zou het theoretisch moeten kunnen. Maar de uh, uh, road to Le Mans, dat is de laatste voorstading voor de 24 uur. Ja. Ja, het is next level, dat is wereldkampioenschap ja, niveau. Dat is natuurlijk, uh, Dus als hoop. je met één middag train op Hockenheim, denk dat je daar mee kan doen, ja. terwijl je ja. nog nooit in de LMP3 hebt gezeten. Ja. Dat is ja. waanzin. Ja. Ja, ja, ja. En je hebt drie ronden de tijd om aan die baan te werken. Drie ronden. Die, ja, dus Porsche, we baan. die Porsche Curves kom je met 300 aan. Dat is even snel terug naar rechts. Vol gas naar links. En dan heb je de vangrail. Ja. Wij zitten rechts. Heb je de vangrail tegen je spiegeltje aan zitten. Zo, en dan moet je terug naar 270. Omdat die naar rechts gaat. En dan is het vol gas uh, links-rechts. Ja. Ja, ik was op de sim. Ik heb met Rudy van Buren een half jaar op de sim geoefend. Want dat was het enige wat ik wat je kon. ik ja. Ik was anderhalf seconde langzamer dan de pooltijd. tijd Nou, dat, allemaal, dat doe je echt serieus mee. Ja. Ja. En Rudy zei: Rob, Je mag zijn Als je ja. binnen de vijftig seconden komt. Sterker nog, <laughs> mijn eerste training was ik 25 seconden te lang. Nee. En ik was niet de <laughs> langzaamste middenveld. Want, <laughs> want je komt die porsche en je gaat niet één versnelling terug, maar twee versnellingen terug. in de eerste tien seconden, je bent in die vijf bochten, ben je tien seconden kwijt. Ja. En als je. Zeg maar bij de Hunadier, uh, ja? de chicaan. Uh, nou, ik zat... Uh, qua remmen zat ik eigenlijk meteen op de limiet. Ja. Maar qua gas geven zat ik een fractie te laat. En dan? en dan? heb je twee kilometer rechtstuk... waarbij je één kilometer harder en uh, zo langzamer rijdt. En je bent vijf seconden ja. kwijt. Oh, gaat en toen hadden wij een, uh, een uh, Duitse engineer, Olly Brinkman. Ja, ik vertel het vaak overal. Hij wordt de <laughs> eisje, schrijf, plat, in ieder geval. Hij wordt <laughs> drie keer gebeld van Rob Ademil. Die had al gezegd van... Dick Holm, de stapel engineer ja. <laughs> <Omdat> die zo, <laughs> ja, En, die, en die, die, die had de data gezien. Ik reed samen met uh, Bob Herber, wat een uh, hele Goede uh, gentleman rider is. En we waren <laughs> uh, even snel, gewoon. Oké. Okay. Ik was een seconde sneller, maar dat doet het niet. Nee. <laughs> 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 elke training was ik precies deze seconde sneller. Ja. Hij reed als eerste. En ja. dan reden we zes seconden af en dan moest ik weer. Uh, en toen zei Olly... Uh, how do you want me to treat you? As a, <laughs> as a pro, as an amateur. Dus oh, ik zei, nee, ja, uh, Olly, we zijn amateur. Dus wat zou je zeggen als je ons als amateur behandelt? Uh, well dan go to the hotel, have a beer. See you tomorrow. <laughs> en ik zei, wat als je ons als pro behandelt? Why are you so fucking slow? <laughs> Rob, why do you break 10 meters too early for the chicane? Bob, why do you change gear 100 RPM under the rev limiter? You are so fucking slow. We're gonna uh, practice pitstop. But that, that's the only way you can gain time on the others. En dan moesten tot s'nachts twee uur pitstops oefenen. Want die zei, daar kan je misschien nog een seconde winnen. Ja, oh, prachtig. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Dit is dat DKR-engineering, waar ik bij Ray, is gewoon het beste team. We hebben jarenlang dat gewonnen. Dus je komt ineens in een pro-omgeving. Ja, dat is natuurlijk... Uh, dat is voor de voorstelling natuurlijk een heel leuk verhaal. Ja. Maar het is ook voor mijn werk natuurlijk, uh... ook interessant uh, natuurlijk die materie van hey, dat. Ja. Het is, het is natuurlijk het bizarre in de autosport dat je uh, eigenlijk met de Champions League mag op de reservebank mag zitten en stel ik zeg nog je mag meevoetballen bij ja. een vriendschappelijke wedstrijd of nou, nog niet eens een vriendschappelijke wedstrijd, maar ja. de echte wedstrijd, dat ze zeggen nou Rob ga jij er maar tien minuten in ja. Ja. en dan zie je pas hoe goed die gasten eigenlijk zijn. Dus en, dan ja. ja. En wat je zelf tekortkomt, uiteraard. Ja. Maar, maar je, je, dan zie je pas precies hoe, hoe goed die jongens zijn. Gaaf, joh. Ja, ja, ja. Nou, klinkt. Nou, nou, alleen ik, maar een leuk verhaal. Ik, 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 uh, ik zei al aanraden. Nou dat ja. wordt hier bevelen. Hoeveel shows ga je nog doen dit jaar? Uh, 14. We beginnen de 24 geloof ik in het posthuis in, uh, in Heerenveen. En we komen nog in Utrecht in de Schouwburg. We komen nog in uh, de Theater Schevingen. Dat wordt. Ja, man, man Dat man. is mijn hoek. Ik kom kijken. Ja, ja. Waar kom ja. jij dan? Den dus, haag, oh, ja, 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 ja. de haag, de haag, natuurlijk. Ja, ja, ja. nee, ik ik kwam er nou verheugen dat ik er aankom. Dat is natuurlijk het theater waar al die grote muren ja. staan. En dat daar, ik heb het met Robert ook gestaan. Het ja. kwam er aan. toen hadden ze onze poster heel groot op die licht reclame op die gevel. Nee, Zie je, ik dat. Oh, <laughs> ja, dat vind ik gehoofd oh, daar. Dat wacht. is wel. was wel even een, uh, een harde plassen moment. Ja ja, ja, ja. Oh leuk. Nou, ik ik kom zeker kijken. Leuk. Geert. Het nieuwe magazine ligt vanaf donderdag in de winkels. En bij onze abonnees op de mat kun jij een tipje van de sluier oplichten. Ons leven kunnen verwachten. Ja, dat is een mooi bruggetje, want waar we het net over hadden, inderdaad. De reportage over, uh, over de show van, uh, van Rob en uh, Tom, uh, die uh, dat zweerverhaal staat er natuurlijk in, met allemaal beelden, ook van achter schermen, mooie foto's en zo is leuk. Um, uh, dus dat sluit aan op wat we net bespraken. Natuurlijk hebben we ook nog uh, een, uh, een uh, handvol interviews, onder andere met Nick de Vries, um, die zijn verhaal doet over uh, vorig jaar, over het even he, he, een he. afscheid. Ja, en um, ook. Uh, Kijkt hij even vooruit op de Formule E die al is begonnen en het weg. Dus uh, Nick de Vries spreekt en um, Frans Toost uh, spreekt ook, want daar hebben we ook een interview mee. Um, met Lewis Hamilton kijken we even terug en vooruit. Okay. Dus uh, dat zijn mooie, mooie verhalen alweer om, om weer lekker even. Maar, de smaakje van de sluier, wat, uh, wat vertelt Nick? Um, nou, hij vertelt, hij vertelt. Ik vond het verrassend, zeg maar. Uh, hoe, hoe relaxed hij eigenlijk terugkijkt ja. op, uh, op die tijd. Ja. Uh, want ik, voor mijn gevoel, was het toch een droom. Die wreed uiteen is gespat. Zeker. En, en dat dat toch wat... Uh, wat, wat, uh, ja, wat littekens uh, nalaat, zeg maar. En dat je er misschien wel echt wel... even, even helemaal klaar mee bent op zo'n moment. Ja. Was hij ook? Ja, nee, maar dat, ja, dat is zeker. Alleen het, het viel relatief mee, zoals hij het zelf vertelt. En, uh, en uh, ja... Uh, 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 het, je kunt wel zien dat hij echt zoiets had van dit was een soort bonus in mijn carrière nog ja. op dat moment. En ik ben, dan ben ik blij dat ik in ieder geval die kans nog heb gehad. Um, maar ja, weet je. En, en hij richt zich al snel weer op nieuwe dingen, zegt hij dan. En hij is toch een van de, even denken, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja. Nederlanders die punten heeft gescoord in de Formule 1. Weten we ze uit ons hoofd, jongens? Ja, hij is, hij is een van de weinigen. Cargo de de Jan uh, Gijs van Lennep. Ja. Jos, Max, Jos, Max, Niek en uh, de zesde. Nou, Jan Flinterman. Oh ja, keertjes ja, Albers. Tuurlijk, 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 tuurlijk. tuurlijk. Nou, misschien In zijn Flinterman. In die wel zeven. Ja, ja, Jan Flinterman denk ik ook nog wel. Ja, dus, um, dus, uh, nee, ik weet het. Ook niet. <laughs> maar goed, kijk, Nick gaat, het veegt niet de vloer aan met met uh, met mensen, zeg maar. Dat dat zal hij niet. Als zou je dat willen doen, dan zal hij dat niet. Dat dan zal hij dat niet gaan doen, zeg maar. Um, maar uh, ja, ik had verwacht dat hij meer uh, zeg maar um, yeah. kapot ervan was geweest. Yeah. Maar uh, als je met hem spreekt, en natuurlijk kan hij zeggen wat hij wil, maar je spreekt natuurlijk langer met hem en ik ken hem ook aardig goed. Mm -hmm. Dus het komt wel echt oprecht uh, over. Verder hebben we nog een uh, nieuwe rubriek: Hollands Glorie, waarin wij kijken naar uh, de verrichtingen van coureurs in andere klassen van onze Nederlandse oh, favorieten. Dus de reset Verschoors. Dus, uh, weet je, gaat, uh, hoe gaat uh, René Lammers het doen? Rienes, ja, Rienes die, in, uh, de Marines ja. en de IndyCar. Dus uh, dat gaan we ook uh, veel meer volgen als Formule 1 magazine, want ook die jongens verdienen natuurlijk ruim aandacht. Uh, we hebben ook nog een, een andere nieuwe rubriek, want ja, nieuw jaar, nieuwe rubrieken. De laatste ronde heet dat, waarin we met uh, bekende Nederlanders uh, terugkijken of uh, spreken over hun uh, autosportliefde. We beginnen met Kjeld Nuis. Ook wel uh, uh, achter het stuur gezeten. En uh, tot slot ook nog leuk om te benoemen. Een reportage over uh, het showrun-team van Red Bull. Waar David Coulthard altijd uh, bij betrokken is. Die vertelt daarover. Want ja, die, die lui die halen altijd gekke stunts uit en gekke dingen. Dus uh, dat zijn van die, van die mooie verhalen die je dan weer eens kwijt kunt in zo'n winternummer. Hè? Iedereen kent de Red Bull wel. Die door de sneeuw, uh, Absoluut. Door de sneeuw schiet. Ja, dat zijn van die mooie, mooie demos altijd. Dus uh, zo tellen we weer af naar het uh, nieuwe seizoen. ja speaking of een speaking van nieuw seizoen als je even de glazen bol erbij pakt Rob ja wat verwacht je wordt het weer een walk in the park voor Max of uh... <laughs> ik zie aan je blik dat je bang bent <laughs> van wel ja maar dat is de jongens hebben wel gelijk dat ze zeggen joh we weten het pas als we in Barcelona zijn hè? ja maar ja als je nu hoort dat ze alweer weer aan de auto van het jaar daarop bezig zijn ja, ja. Wat ik, wat ik vooral, uh, dat ze zeiden, nou, er is hoop veranderd aan deze auto. Dan denk ik, dan moet je heel zelfverzekerd zijn. Want als je, ik denk dat in de race Red Bull nog steeds drie of vier tiende per ronde heeft op de concurrentie. Afgelopen seizoen aan het eind. In de kwalificatie niet meer, maar, nee. maar in de race wel. Ja. ja, waarom zou je dan een ander concept, waarom zou je je concept omgooien? Want laat ze nog een tiende dichterbij komen, of twee tienden dan ben je nog steeds de snelste. Ja. ja. Klein dus ziek, Een klein beetje wat je bij andere teams gezien hebt. Ja. Wat is het? Ja, ik uh, was trouwens ja. ook uh, Hamilton die ze hebben de laatste race. Oh, jonge jongen, Max wint uh, met zoveel seconden voorsprong. Ja. Ze hebben sinds uh, de, de zomerstop niks meer gedaan in die auto. <laughs> Plus, Max heeft waarschijnlijk op 80 of 90 procent. Precies. Nou ja, dat is het. Hè. Dat, dat is het vooral, vind ik, het laatste wat erop wat zegt. Van, nog los van die auto. Maar hoe, hoeveel, hoeveel beter had Max er nog mee kunnen presteren als dat nodig ja. was geweest? Hè? Ja. Dat Die limiet, zeg maar. En dat ja. is denk ik waar de meeste andere teams ook bang voor zijn. Zo van: oké, okay, stel je voor, we komen ineens toch dichtbij. En dan hebben we met, met maximale stappen die we hebben gezet, hebben we het gat gedicht. Ik denk niet dat dat zo is, maar stel dat dat zo zou zijn. Ja. Dan nog vermoed je dat Red Bull dan denkt: oké, okay, nou dan doen wij nog een stapje erbij. Ja. En dan is het alsnog ja. weer een paar tien. Als met Mercedes natuurlijk zo ja. hè, vanaf 2014 dat ze gewoon die motor jarenlang hebben teruggeschreven. Ja. Ieder jaar een stukje ja. verder open. Exact. Voilà. Ja. Maar je weet nooit wanneer dat ophoudt. Nee, nee. nee, dat, nee. Je, dat klopt. Stel dat, ja. ik weet het niet, hè, ik, ik heb Jos of Max er niet over gesproken, maar stel dat hij nu op 95% rijdt, bijvoorbeeld. Ja. ja. En dan gaat hij straks op 97% rijden. Misschien is het daarna het ook wel op. Dat zou kunnen. Ja, ja. Dat, dat zou kunnen. Maar ja. nou ja, 19. Hij zal het toch niet weer. Hij zal het nog niet 20 gaan winnen. Nou, wordt het toch ja. eerder over de podcast. Ja. De RB19 ja. stond voor 19 overwinningen. De ja. bij 20 voor 20 overwinningen. Ja, ja, ja. Het kan bijna niet beter. Hè, op een gegeven moment. Ik, ik denk wel dat Perest er gewoon. Uh, op, op goede afstand nu bij gaat zitten. Ik denk dat er gewoon op drie tiende in de kwalificatie gaat zijn. Natuurlijk op de race. In de race wordt hij nog wordt hij om zijn oren gereden. Maar mm, uh, ja. denk, ik, het zou zomaar kunnen dat Perez er in 25 nog zit. Denk ik ineens. Ja. ja. En als je kijkt naar de andere teams. wel Ricardo, Moet Ricciardo dan daar de ijzers uit het vuur gaan halen? Ik heb nog niet gezien dat het Tsunoda nou echt onder onze oren rijdt. He? Nee. nee. hadden nee, een tijdje geleden hier uh, onze man aan de, hoe heet het van de uh, Frits van Amersfoort. Frits van Amersfoort. Hij ja. had het ja. over Liam Lawson. Hij zegt, ik had hem gewoon direct naast uh, Max gezet. Oh ja. Ja, hij zegt dat durf ik aan. Dan had hij, uh... ja. heeft ja. Liam bij hem gereden. Ja. Oh ja. Ja, zwaar. of Ja. Ja, ja. Oh, ja, zwaar, ja. ja, ja. Jay, is, zo, ja. Ja, ja, is ja. begonnen. Ja. Maar wat je zegt, ja, Ricky Jarden is hij zoveel beter dan Perez? Loopt op mijn oude ijzer. Maar ja. nou, ik bedoel, hoe dan ook, uh, ja. Red Bull blijft een one man team. het kan voor de constructeurstitel kan dat denk ik wel spannend worden. Want welke teams? hoe de verkeers. cares? <laughs> ja. <laughs> nou ja, ja, precies. Maar als je kijkt naar andere teams. Welke teams kunnen dan af en toe misschien een plaagstootje? McLaren? De grootste kans? Denk ik persoonlijk. Maar die hebben zo'n stijgende lijn doorgezet. Nieuwe windtunnel, alles. Goed personeel, hè? wat er nu ja. werkt. Wat ja, ze jaar zijn uh... pas net begonnen. Hè? Dus voordat die... Ja, wel, ja, maar toch. Ik bedoel, Marshall, bedoel Het ze weg zet, het seizoen. Ik, ja. ik verwacht McLaren echt als de grootste uitdaging. Uh, de ik denk toch... Als, als het van iemand moet komen de komende jaren, dan, dan, dan teken ik toch weer voor Hamilton. Ja, ik denk die heeft me dit jaar toch verbaasd. Dan denk ik, ieder jaar weet je, ik. Ja, dat is waar. Maar dan ik, ik, moet je bij, dus bij, die, bij, die, bij die zeven titels, dacht ik altijd: ja, hij heeft toch drie cadeau gekregen. Ja, bij wijze van spreken. Ja. En Bottas. Nou ja, weet je wat was het nou voor team ja. andere kant, En Rosberg heeft hem nooit een keer verslagen. Maar als ik hem nu tegen die Russen, ik had Russel heel hoog zitten. Ja. begon ook heel goed. Maar, ja. maar dan denk ik: nee, die Hamilton is echt gewoon stiekem. Het is natuurlijk zo'n zeurpiet, hè? Zo ja. of, nou, zeurpiet is misschien goed, goede Het is een twijfelaar. Zo'n man die voortdurend uh, alles uh, betwijfelt en zichzelf betwijfelt. Max is natuurlijk wel heel simpel. Rukzichtloos, de... de... hup, dit is het. Uh, ja, ja, dat is toch goed zo? Ja. Ja, dat is bizar. De, ik ja. denk dat daarom Max ook de beste van alle, alle tijden is. Omdat hij gewoon ook gewoon nooit twijfelt. Nee, nee, hij twijfelt niet. Bizar, klopt. Ja, als je hem bizar. daarnaast hebt en hup. Ja. Maar daarom, 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 daarom denk ik, nou, misschien heb ik me wel heel lang in Hamilton vergist dat hij toch beter is en als die als hij de goede auto krijgt dat hij uh, hij en uh, ja, Alonso natuurlijk, maar Alonso zie ik niet de goede auto krijgen. Nee, dat, die zie ik niet. Uh, maar mecenas, misschien kunnen ze verrassen. Bedoel, ja. Ze zagen het toch al snel met het andere concept. Van ze gaan een beetje de goede richting, maar ook weer niet. Hebben ze ook weer een beetje ja. losgelaten. Dus ik denk dat ze dat, ja, nou ja, wel ja, de capaciteiten ze moet, om de achtergrond. Maar kijk, de afgelopen twee seizoenen hebben ze met die auto de plank misgeslagen. Ja. Vorig jaar dacht je eigenlijk al van dat gebeurde ze. Dat jaar daarvoor, dat gaat ze niet nog een keer gebeuren. En op een of andere manier gebeurt het toch min of meer. Ja. En, Omdat ze de laatste race daarvoor redelijk goed eindigden. Ja, daarom. Ja. Maar, maar je kunt je. Ja. Ja, maar dat voorstel drie keer natuurlijk al veel eerder genomen. Die zijn de ja. zomer al genomen. Ja. Toen moesten ze aan de nieuwe auto gaan bouwen. Ja, nee, klopt. Maar je kunt je niet voorstellen dat dat nu nog een keer uh, gebeurt nee. bij zo'n team. Dus. Nee. Dus je mag verwachten dat, dat, dat Hamilton meer uh, een beter wapen tot zijn beschikking krijgt. Dus dan zou je inderdaad wat erop zegt zomaar ja, kunnen zien dat en, Hamilton. En eruit. andersom, maar als ze... team denk ik dat McLaren. Uh, ja, dat zie ik. Maar zelfs met de Honda van die auto zijn ze nog tweede geworden in de constructeursteam. Ja. ja, ja. Of waar is ze derde? Ja, of tweede? Het, nee, tweede. Ja. laatste race, laatste 100 ja. Oh ja. Uh, ja, 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 ja. Dus, dus dan Hoe denk kan ik, ik ja, Ferrari dat we uit handen geven. Ja, maar dat, maar, gaat <laughs> maar no, het op de tweede. Maar, ja, maar op... da daarom dus, omdat Ferrari het ook uit handen geeft. Die, die ja, maak, die, ja kijk, bedoel, die hebben als enige een race gewonnen, hebben ze hebben zes keer of, of negen keer pole gehad of zo. en ik ja, konde vaar... dat nooit in de race omzetten in resultaat. nee, maar, maar kijk dat is natuurlijk hetzelfde probleem als dat Haas heeft. ze ja. ja. race een achterbanden op, dat is het ja. concept van die auto. Ja. Ja ja, ja ja ja. dus je moet hopen dat ze dat. ja, ja, uh, ja klopt. Ik, ik denk dat ik denk het zou best kunnen dat over één ronde Ferrari komend jaar gewoon de snelste auto ja. heeft. Nou, ja. twee jaar geleden natuurlijk ook, hè. zou best kunnen. Ja, ja. en ook de, de hand van uh, maar ik uh, vasseur? Bedoel, die ja. was vorig jaar net begonnen. Ja. Nu wat ja. meer kunnen stroomlijnen, ja. misschien. Ja, ja en die, uh, ja. Ik, ik, ik las ergens uh, dat die uh, strateeg nu definitief weg is. Wie was het ook? Al, die, waarvan wij zeiden: vervang die man Nou, die is, die is vorig ja. jaar op een zijspoor gezet. Ja. Had ik ook even gemist. En nu is die definitief weg bij Ferrari. Dan denk ik, nou, die frisseur is toch <laughs> uh, wel bezig. <laughs> ja. ja, weggepromoveerd. Maar ja, je dat is je dat hoopt. Dat is kijk. Ik, moet zeggen, ik ben een beetje twee-slachtig over. Aan de ene kant is de Formule 1 spannender dan ooit. Het veld zit binnen 1,2 seconden. Of uh, er zitten soms tien auto's binnen een halve seconde. Ja. Ja. Uh, ja. En, en kijk maar naar Singapore. Je hoeft het maar een fractiefout te hebben. En, uh, uh, en, je, en je pist helemaal naast het potje. Ja. Maar tegelijkertijd is die sport zo overge engineerd en ja. wetenschappelijk aangepakt. Die jongens maken geen fout. als je twee, als je een tiende sneller bent dan de rest, ben je het hele seizoen elke ronde een tiende sneller dan de rest ja. bijna. Hè? Ja. Zeker met Max Verstappen ja. aan het stuur. Dus je, je hoopt dat Leclerc en Russell en Hamilton en eh, Norris een auto hebben waarmee ze het Max lastig kunnen maken, of ja. dat Max gewoon een lastige auto heeft. Wie in die nieuwe FF zit te slapen in de ja. winter? <laughs> ben bang, ja. En dan wordt het een lang seizoen met 24 races. Als het al rond de zomer ja. bekend is, dan, ja. ja, hoe gaan we dat dan? <laughs> ja, dat uh, dat is waar inderdaad. Dat is toch een beetje de vrees van iedereen, behalve Red Bull en 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 Kamp verstappen ja. uiteraard. Die vinden dat best. Nou dus, ja, uh, het is. Als het Nederlandse elftal elke wedstrijd met 10-0 zou winnen, zou je dat helemaal niet erg vinden. Nee. Uh, als het allemaal hele mooie goals zijn, vind ik ja. prima. Ja. Maar bij autosport, als je een, als je een, een halve ronde voorsprong hebt, dan ga je met twee vingers in je neus rijden. En dan Precies. valt er niks aan te zien nee. wat er, uh, waarom het zo knap is of moeilijk of weet ik wat. Dat is natuurlijk een beetje met autosport het lastige. Als je echt op het, op het randje rijdt, dat is mooi. Je ziet ja. ze stuiteren en hup, ja. hup, glijden. En ja. nu is het, ja, ik rijd een stukje minder hard. Ik uh, red het ook. Ja, ja en dan... Uh, ah. Ja, en met daarbij natuurlijk de kanttekening dat die dominantie is, misschien niet spectaculair, maar wel natuurlijk heel bijzonder om mee te maken als liefhebbers. Want daar praten we over twintig jaar, praten we ja. daar nog over. Hè? Ja. Dat, dat we hierbij waren, zeg maar. Dat, dat is wel fenomenaal. Ja, maar het is wel, je, dat is wel wat je de hele tijd tegen jezelf zegt. Ja. Van jongens, jongens, wat is bijzonder, hè? Ja, ja om zelf nog een beetje de, de hoofd te, ja. te gaan. <laughs> ja. ja, nou ja. Ja, dat... gezellig is het hé he, jongens, gezellig Leuk, ja, oh zo nog een blokje kaas, ja lekker. Kijk wat, wat ik dan persoonlijk wel fijn vind is dat, dat het niet zo'n sterk duo is als bijvoorbeeld uh, bij Red Bull bedoel ik dan als, als bijvoorbeeld Hamilton uh, en Rosberg in de jaren of Hamilton en Bottas, dat, dat je al weet dat er waren ook jaren dat Max, dat wist je van dan wordt hij hooguit derde, want Bottas wordt gewoon tweede en Hamilton wint weer. En, en Perez, dat dat, dat dat tegenvalt in de Red Bull... dat maakt het soms nog mooi dat je ook eens een andere coureurs uh, nog ja. het idee krijgt dat, dat iemand anders ook eens een pol pakt of meedoet. Of in ieder geval Max een paar rondjes kan uitdagen. Als Perez vorig elk jaar elke keer tweede was geworden... dan hadden we Ja, helemaal, dat, dat uh, bedoel ik. Ja, dan was het nog... Ja, dan maar het jaar met, met Rosberg was het natuurlijk wel spannend. Ja, ja nee, ze zeker. Maar omdat ja, je denkt, met wordt het tweeën ja, ja, dan dat, blijf je. Dan dat, kijk je wel. Ja, dat, ja. Kijk, als, maar met Bottas en Hamilton niet. Nee, Dat is altijd één en En dit heeft meer duidelijkheid van zeg maar als Perez echt met Max om de titel zou vechten, wat wat natuurlijk niet gaat gebeuren, want er is er niet goed genoeg voor, vind ik. Maar, maar dan, dan zou je wel een tweestrijd hebben, nou dat dat uh, <laughs> dat zou het wel zijn. Was al niet zijn. leuk, ja, Azerbeidzjan en ook nee, Rijk daarom hm, Perez poep, 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 poep. Ja, 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 klopt. Ja. Dat is niet vriendelijk. Ja? Ja, nee, ik weet dan niet dan uh, dan... wat ik begreep, was daar op zaterdagavond zijn er hele harde ja, gevallen. Ja, dat toch, ja. begrepen dat wij begrepen ja. ook, ja. <laughs> dus dat klopt wel ja. Maar wat je net zegt, toen met Bottas en Hamilton was het misschien wat saaier. Maar toen hadden we natuurlijk een jonge Max die dingen deed met de Red Bull die helemaal niet kon. dan ja. hadden we andere dingen natuurlijk. om naar te kijken. Ah ja, precies. En dat mis je maar... ook wel. Ja, je had Alonso natuurlijk, die, waarvan ah, je ja. dacht van wow, ja. waar komt hij vandaan met ja. die auto? Dat was leuk, maar als het dit jaar niet gebeurt... Ah ja, je hoopt dat de Piastri bijvoorbeeld nog uh, uh, door kan schakelen. Hè? Ik bedoel, die ja, begon ook sterk. Hè? Die begon sterk, uh, maar... Ja, werd toch weer wat overvleugeld door Norris. Dus... Ja, goed, daar heb je het ook van. Maar hij werd wel overvleugeld op racervaart. Ja, ja, en ja, ja. Niet maar die snelheid. Nee, Klopt. dat bedoel ik. Maar dat ik die... bedoel, als je nu al sneller bent dan Norris, ja. dan ben je wel van een uitzonderlijk. Ja. Ja. want ik weet dat ik uh, toen, 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 vroeger, vroeger, toen ik Max <laughs> nog was, mocht interviewen, <laughs> omdat een zekere zender die rechter toen had. Ja. Uh, toen vroeg ik aan hem van joh, wie, wie, kan er nou allemaal, uh, wie is nou potentieel wereldkampioen toen ja. zei hij ja twee derde ik zei als een Norris wereldkampioen toen was hij heel uitgesproken Het was hij natuurlijk net bevriend met hem hij zei ja die steengoed ja zeker hm. dus als Norris wereldkampioenschap materiaal is, dan is Piastri het zeker ja, dat, dat, zou, ook, dat zou dan toch degene moeten zijn die ja. het Max ooit moeilijk maakt ja, ja. over een jaar of tien als Max uh, langzamer wordt <laughs> Ja. ja, nee, maar van die, die jongens moet je het hebben. Je ziet het toch, Claire en Sainz bijvoorbeeld ook niet, niet, niet doen of zo. Terwijl dat natuurlijk uh, geen uh, pannenkoeken zijn, het tegendeel. Maar niet die, dat zijn niet de jongens waarvan je denkt, die gaan nog max stappen van de troonstoten de komende jaren of zo. Ik, ik, vind, ik vind, nee, maar ik vind de, de tests, vind ik, daar kijk ik wel echt naar uit. Want ja. dan gaan we zien, wie, er ja. heeft natuurlijk weer iemand misgekleund. Ja, zeker. Uh, daar gaat ook iemand uh, zand in de ogen strooien door met lege tanks te rijden. Ja. En dat je denkt, nou, misschien is het Ferrari wel. Ja. ja, of andersom, dat iemand juist hè, met opzet euh, langzaam is ja. dan we allemaal denken. Dus, ja. euh... wie, wie weet bijvoorbeeld dat Williams kan? Hè? Ik heb James Wals heel hoog. Heb zoek, ik ook hoger? Ja, dat zie ik echt wel. Uh... Die zijn wel heel snel aan het opkomen. Hè? De achter McLaren, dat valt natuurlijk iets minder op. Ja, maar die ik... hoeven ook nog maar één sprong te maken en dan zitten ze erbij. Hè? Ja, de enige ertussen is Alpine. Ja. Je hebt de, de topteams, ja. Alpine, ja. en dan heb je de achterhoede, zeg maar, met Williams als snelste. Nou, die hebben echt goede stappen gezet inderdaad. Ja. Weer goede mensen aangetrokken afgelopen jaar ja. natuurlijk. Ik zie je inderdaad, maar die Friday, vals, het, ja hè? En ze hebben natuurlijk die deal met Mercedes verlengd tot 2030. Ja. Album. Ja, als die slimmer zou ik daar blijven denken. Ga dat team opbouwen, ga maar wat neerzetten, ja, of niet? Nu, ik ja, want nu wordt gezegd dat het naar Audi gaat. En dan denk ik, ja, ga, je weer, ga je weer? Ja, terug. ja nee, dat zal wel. En ik denk dat ze nu best wel iets leuks. Ja, oké. Okay, de, de, de faciliteiten zijn natuurlijk niet zo goed als bij Audi. Ze nee, lopen natuurlijk achter. Ja. Ze, qua investeringen is het lastig, maar. Ja, maar dus, voordat Audi een goede auto heeft. Daarom dat EV-jaar. Uh, ja, dat zeggen ze zelf ook. Pas in 2027 is die ja. auto pas gereden. Dus, uh... Ja, daarom. En dus uh, Williams misschien wel de dark horse voor komend seizoen. Ja. Ja. ja, niet om het Red Bull moeilijk te maken, maar nee. wel om nee, nee, het om, de vierde, vierde ja. Ja. ja, om het Ferrari, ja. Om McLaren, ja. Om... Ja, het heel veel kan je <laughs> stijgen. <laughs> maar goed, nee. ooit, weet je, dat is natuurlijk ja. raar, Je kon, toen Max net begon bij uh, Toro Rosso, kon je ook niet vermoeden dat Red Bull binnen vijf jaar nee. uh, uh, het team zou zijn dat dominanter was dan Mercedes op dat moment was. Nee. Nee. Je, je je kan je kan zo moeilijk voorbij de voorbij de de, de, de huidige tijd kijken. Nee, ja. we, we hebben allemaal zitten hopen oh, op een dag stort Mercedes in. Ja. ja. En dan gebeurt het en neemt Red Bull het over. En eigenlijk kan je niet anders dan bedenken van, nou Red Bull is eeuwig. Dat blijft zo. Ja. Maar er komt natuurlijk een team dat zo meteen iets bedenkt. Ja. Ja. Of 26, klopt. dan komen we nieuwe regels. Ja, sowieso, maar ook dit jaar kan dat zomaar gebeuren ja. dat Ferrari twee tiende sneller is en dat Leclerc gewoon dat ding een keer op de baan houdt. Ja, omdat dat, hij niet, dat... omdat, hij zich, ja, maar ja. omdat hij niet hoeft te overdriven. Tuurlijk. Ja. ja, klopt. Ja, kleine voorspelling. De top drie eind van het jaar. Meest. <laughs> uh, jeetje, van de eindstand WK. Nou ja, uh, uh, Max, uh, uh, Max, Norris, Hamilton. Ja. Of moet ik hem eerst? Hoe uh... nee, doe jij maar eerst? Ik denk ook Max. Inderdaad, Saints. Hm. Oh, leuk. Hamilton. Hm. Ja. Oké. Okay. Ja, alles gaat er vanuit. Uh, 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 gaat er vanuit wie, wie is naast de Red Bull de grootste, de snelste auto? Ja. Is de Ferrari? Is dat een McLaren of een Mercedes? Ik gok Max, Lewis, uh, Leclerc. Rappig, denk ik. Ook. Ja. En ik denk Perez uh, zesde. Dus dan Norris, dan Russell, Sainz per zevende. Zo, maak, maak hem even af dan. En dan ja, jaar. nee, achtste, want Piastri zit er ook ja. nog voor. Nee, ja, ja, en dan achtste, omdat nee, hij ja. na zeven reizen eruit gaat, of rijdt hij dit seizoen al vol? Uh, ja. uh, 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 ik uh. denk dat hij, nou ja, uh, Helmoet Marco heeft zich toch versproken. Die heeft gezegd, Liam Lawson gaat dit jaar zeker een paar Prix rijden. Mm -hmm. Nou, dan weet je, dan kan alleen maar als Perez het seizoen niet afvragen. <laughs> ja, ja. Het schijnt dat er een clausule staat of zo in het contract van En las ik ergens, dat er iets staat van als Perez wordt gewisseld, dan schuif jij door. Ja, wat op zich ook logisch is. Ja, dan schuif ik jou door. Precies, ja, ja, ja. Maar het schijnt al in zijn contract te staan. Dus Ik weet ook iets over het contract van Perez, uh, dat daar een paar bepalingen in staan, dat hij wel uh, beter moet presteren dan het afgelopen jaar. Ja. Kijk, zijn grote voordeelstuk geweest dat hij tweede is geëindigd. Ja, Dit maar jaar. Dat, dat was niet wat er in het contract stond. Nee, nee, nee. Maar dat, volgens mij stonden er... Maar weet ik niet zeker, hè. Uh, stonden er twee dingen in het contract. Namelijk binnen drie tiende van Max in de kwalificatie. En uh, op 125 punten van Max eindigen. En het is allebei niet gelukt. Ah. En, dus als dat... Dat, en als dat... Uh, Ergens in het seizoen, maar ik weet niet wanneer. Ja. Maar meestal is Barcelona, de, Barcelona of de zomer is dan het meetpunt. Waar dus ik, we weet, ik weet niet wat er nu in staat. Ik, ik weet niet wat er nu in staat in zijn contract. Maar uh, zo, zoiets was het. En ja. dat hebben ze opengebroken. Ze zeggen: gezegd, dat gaan we niet nog een jaar doen. Hoeveel races zitten we in Barcelona? Vijf of Vijf toch, meestal zoiets? Uh, nou ja, uh, Bahrein, Saudi-Arabië, Australië, China, Japan. Of Japan-China. Monaco. Miami heb je nog ertussen. Ja, andersom, denk ik. De de Achter. Ja, de nou, zou denk kunnen. Volgens mij je het is. wel. Dan weet je het. Dan al, weet je het. Precies. Als je ja. ook in Kijk, in Barcelona is natuurlijk ook een goede om... Uh, daar, daar is de auto, weten ze ontzettend veel van. Ja. Dus die daar is die auto gewoon zoals die hoort te zijn. Dus je er daar niet bij zit. En, en dan, volgens mij afgelopen jaar in Barcelona was het echt brandhout. He? Met, uh, schoot hij eraf uh, toch met... met, met uh, yeah. uh, ja, kwam die ineens tot uh, de laatste kwalificatiesessies. Nee. Uh, Larsen in de Red Bull uh, in Zandvoort. Voorspellen we. We doen even een boude voorspelling. Nee, die schuil gaat terug. Ja. Nee, nou, ja, nou ja, oké. Okay. Maar iemand anders dan, laten we het zo zeggen. Ja, ja. daar eruit in stand voor. Oké. Okay. Ja, ik denk ook, oh, het zou zomaar kunnen, het per rest het seizoen niet afmaken ja. Maar goed, ik zei net, begin van de podcast, dat, dat hij er ook nog in 25 bij kan Ja, want ja, ja. ik, ik heb ja. wel de indruk dat hij, dat hij gevonden heeft uh, om zeg maar op drie tiende van max te komen. Ja. Kijk, drie tiende is best veel, hè? Dat moet iedere coureur eigenlijk kunnen. Ja. En, als die, uh, en in de races. Is die over het algemeen wel redelijk solide? Is die misschien 17 langzamer dan max? Maar ja, daar kan je mee podium, daar zou je mee podium moeten komen. Dus misschien redt hij het wel. Ja, dan zou ik eigenlijk anders, dan zou ik eigenlijk moeten zeggen dat hij derde wordt in de WK. Hè? Ja, als ik kon, als ik consistent ja. ben. Ik weet het ja, niet ja. of hij ligt er in Barcelona uit of hij zit er in 25 nog. Want wat jij zegt, dat hij na zeven races eruit gaat en toch achtste eindigt in het kampioenschap. Dan nee, dat, heeft, zei, dat, ja, ik nee, zei dat hij ja, nee, de werd. Oh ja, ja. nee, maar dan, zou, maar dan als dat na 7 races al... Nou, maar dan, dan wordt hij geen achtste. Nee, dan, dan heeft hij... Nee, daarom. daarom er was toch zo'n staatje op uh, het op social. Dat uh, Perez elk jaar één plekje opkruipt in de eindstand van het WK. Geloof ik uh, oh, vijfde ja. en nu was hij tweede. Dat jaar. vader zeker bedacht. <laughs> ja, ja. Ja. Dus hij wordt dit jaar, als ja. het klopt, kampioen. Ja, dat is echt... Ja, <laughs> dat, jongens, je weet het nooit. Je weet het nooit. Mars nee. kan zijn been breken of weet ik Precies, ik mag dat nooit zeggen. Maar dan nog wordt iemand anders kampioen. Nou, zonder Max zou nog Perez niet kampioen worden. Dan wordt nog iemand anders kampioen. Net als met Irvine toen, hè? En uh, Schumacher is oh, poot. Ja, ja, ja. Er ja, ja. ja. was bewust dat Schumacher hem niet hielp in Japan, volgens mij. Ja, uiteindelijk wel, hè? Uiteindelijk wel. Maar ja. Schumacher kwam niet terug. Die zei, ik heb nog te veel last van mijn benen. Terwijl hij wel alweer op een mountainbike zat. Ja. ja, maar de laatste races hielp je hem. En op een gegeven moment... In Japan ja. moest je iets doen voor ja, Irvine. Voor mijn gevoel deed hij dit niet. Ja, ik dacht van, nee, ja fuck maar, ja. you. Ik heb al mijn bloedvele tranen om Ferrari kampioen te worden. Dan ga jij het worden? Nou mazzel. We hebben een feestdag met Mika Salo in de voorstelling zitten. Want die moest toen oh. Irvine voor laten gaan naar Hokkaido. Ja, ja, We ja, ja, ja. worden er wel eens wakker van dat je dat, je dat gedaan hebt. En dan zegt hij, ja maar anders dan had ik nooit... Meer. Nu heb ik mijn hele leven voor Ferrari mogen rijden. Ja. Zeg, maar dan nou had je wel Grand Prix winnen kunnen ja, zijn. Dat maar, <laughs> ja, dat is waar. één race maakt niet uit. Ja. Toen, dan moet hij zelf heel veel <laughs> lachen. Mika Salo, ja mooi, mooi. Hé hey Rob, dankjewel voor je komst. Leuk man. Uh, namens onze podcastsponsor Il Divino mogen we nog een heerlijke wijn uh, aanbieden. Oh, lekker. Proost. En uh, nou, zoals gezegd, ons uh, blad ligt uh, komend weekend. Uh, of nee, komende donderdag in de winkel. En ja. Uh, yeah. Rob, heel veel succes met, uh, met je theatertour. Mag, mag ik nog iets anders? Ik, ik helemaal, deze week ligt uh, mijn nieuwe boek in de boekhandel. O, vertel, oh, vertel. Ja, tuurlijk. sorry. Ja, overseas, nee, ik vergeet het gewoon helemaal. Het jaarboek van Crash in de Keuken. Met uh, de race in 1A4'tje. Uh, yeah. De mooiste foto's van Peter van Egmond. Yeah. En uh, allemaal recepten voor mensen dat als ze thuis op de bank zitten dit jaar. En denken, oh, ik moet. En een weetje feitje dat je iets kan opscheppen, dat jij iets weet wat de rest van de bank niet weet. Ja. En een recept, bijvoorbeeld uh, hoe je een blauwe smoothie kan maken. Nou, alle, alle rare dingen die je ja, ja, ja. in de keuken hadden Die staan daarin, zodat je een beetje een leuke zondag ervan kan maken. Oh, je moet leuk. deze week volgens mij ook in de winkel liggen. Nou, superleuk, jongens. Dus in de winkel, zo het boek voorop als het nieuw magazine koopt. Het bij de jongens. En hey, Rob bedankt voor je komt. Uh, Super leuk, top. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Hoi, hoi.